Maar hij doet bijvoorbeeld een Limburgse slang. Zijn we bezig? We zijn live. We zijn live. Floris de Vree, welkom man. Dankjewel. Op de podcast. Ik ben echt blij dat je er bent. Ik ben nog veel blijer dat ik er ben. Het is eindelijk even uit de quarantaine en nu ben ik hier. Ja, want we zitten nog niet echt in lockdown. Maar ik laat me even zeggen, Floris de Vree, comedy talent. Of talent, ja, je bent gewoon supergoed. En ja, Puck's Talent Award gewonnen. Ja. En we hadden deze podcast al een tijdje gepland. Dus ik vond het super dat je die voor de Talent Award, zeg maar, toen je won, ja, hadden we deze al gepland. Dus dat, ik denk, ah, geweldig. Ja, hij heeft hem gewonnen, dus ideaal, hij zit op de ideaal podcast. Nou moet ik gelijk eventjes wat zeggen. Ik voel gelijk wat jij daar op het podium waarschijnlijk hebt gedaan, want ik voel je energie. Ja. Heel erg. En dat merkte ik al toen je binnenkwam. Ik weet niet of jij, mijn broertje, het ook heeft gemerkt. Ik zie, hoe heet het? Ja, ik voel een goede, positieve vibe. Het is heel grappig, want ik heb niet iedere keer, ik heb bij de kwartfinale, bij de halve finale, heb ik inderdaad gewoon mijn ding gedaan. En toen was het jurycommentaar, je moet meer jezelf zijn. En ja, ik vond het onzin. Ik dacht van, hoezo moet ik meer mezelf zijn? Wat een onzin, ik ben mezelf. Toen ben ik naar de jury toegegaan, toen heb ik gezegd van, ja, weet je, wat bedoel je? En hoezo moet ik meer mezelf zijn? En toen zei de jurylid, zei van, ja, sorry, ik merk je dat nu ik met je aan het praten ben, jij bent gewoon echt zo. Ja. En dan merk ik inderdaad, het is echt gewoon hoe ik op het podium ben. Ik merk ook wanneer ik op het podium de tijd krijg, zeg, joh, doe lekker je ding, dan ga ik ook echt, en ik zit er lekker in, dan ga ik ook echt volle energie. En dan heb ik zelf niet eens meer door wat ik aan het doen ben. Nee, dat is goed. Hou dat vast, want ik voel die energie van je. Ja, bij, dat is echt. Weet je wat in mijn hoofd nu weer gebeurde? Denk ik, jury, zat je moeder in de jury of zo? Want die kan weten of hij zichzelf is, weet je? Fucking hell, zie je iemand voor de eerste keer? Weet je wat jij moet doen? Je moet meer jezelf zijn. Nee, ik snap het wel. Want je kan natuurlijk wel, je kan wel merken wanneer iemand inderdaad iets faked of iets nadoet. Je merkt wanneer iets niet puur komt. Dat merk je wel heel goed. En ja, blijkbaar vonden ze dat ik zo'n rare persoonlijkheid had, dat ze dachten, dat zo kan hij niet echt zijn. Maar nou, rare persoonlijkheid niet, maar ja, alle cabaretiers en comedians. Ja, in ieder geval de grote, dan zeggen ze toch allemaal een beetje van, ja, die zijn niet echt normaal. En ik kan zien dat jij hebt het. Ja, ze zeggen altijd, je hebt het, jongen. Ik heb ooit, ik weet niet meer wie het zei, maar ze zeiden, iedere bekende cabaretier of comedian moet iets hebben waaraan je die persoon kan herkennen. Dus om het heel simpel te zeggen, om even de grote mensen te pakken, weet je, Najib Amali is die Marokkaan. Ja. En Jochem Meijer, dat is die drukke. En zo moet je bij iedereen iets kunnen hebben. Ja. En de vraag is, moet je dat forceren of moet dat gewoon vanuit nature al bij je komen? Ja, ik denk dat het moet van nature in je zitten. En je forceert het omdat je iets wil bereiken. Ja. Je wil een bepaalde boodschap of emotie overbrengen. Tuurlijk. En dat forceer je. En dat is dat, ja, dat. Ja, dat zo, kun jij, dat zie je. Dat zo werkt het wel. Ja, tuurlijk, je bent jezelf op het podium, maar je bent wel een uitvergrote versie van jezelf op het podium. Want als je jezelf bent, ik ben hartstikke saai. Of nou, ik ben niet saai, maar ik maak echt niks mee in mijn leven. Maar ik maak. Maar je ik woont maak, toch in Helmond. Sterker nog, ik woon in Helmond. En weet je, maar ik woon, ja, nou, joehoe, schietpartij, jee. Maar ik maak echt niks mee. Weet je, ik heb letterlijk een keer dan iets meegemaakt. En dan sta ik echt op mijn poten te springen. Ik heb iets meegemaakt. Ik ga het nu vertellen. Dit is wat ik zweer het je, dit heb ik echt meegemaakt. Ik maak echt niks mee. En dat zorgt er wel voor dat ik hele rare gedachten krijg en daarom wat dingen bedenk. Maar ja, het is, ik moet wel dingen bedenken en uitvergroten. Want ik van mezelf maak ik gewoon niet heel veel bijzondere dingen mee. Dat vind ik wel mooi. Want hoe heet het? Er zijn met bijvoorbeeld comedians die maken de gekste dingen mee. Cabaretiers die maken echt, die moeten dat juist van zich afschrijven, weet je. Want ja, we sporen allemaal een beetje niet. En ik vind het wel grappig dat jij gewoon zegt van, ja, ik maak geen reet mee. Ik moet gewoon de shit uitvergroten. Ja, maar dat ene, als er een hond buiten loopt te poepen, dan ga ik daar iets mee doen. Het helpt wel. Want omdat ik dus niks meemaak, zorgt ervoor dat ik ga kijken naar normale dingen en ik dat grappig ga maken. En als je normale dingen grappig gaat maken, dat is herkenbaar. Dat vinden absoluut, mensen leuk. Ja, ja, dat ja, is ja, wat mensen het leukst vinden. Ik heb bijvoorbeeld laatst iets meegemaakt en ik moet het nog een keer een optreden verwerken. Ja, dat kan ik wel even vertellen. Dat was even dat je weet hoe Helmond werkt. Er was op het station in Helmond, ik stond samen met mijn broer, we gingen naar de, naar, nee, we gingen niet naar, we gingen ergens naartoe, weet ik het waar we naartoe gingen. En op een gegeven moment stond daar een Helmondse vrouw
Een helmonster. Een helmonster, inderdaad. Mijn leeftijd, die stond met iemand te facetimen. En op een gegeven moment, het gesprek, ik heb alles afgeluisterd, dat is hilarisch. Die vrouw die zegt van, ja nee, ik was naar die jongen toe geweest. En ik was dus naar die jongen. En op een gegeven moment zegt hij van, ja wat doe je verder gewoon vannacht? En ik zeg, ja ik ga gewoon naar huis toe. En die jongen zegt, blijf je niet slapen? Ik zeg, natuurlijk blijf ik niet slapen. Hoezo denk je dat ik blijf slapen? En die jongen zegt, ja maar hoezo, hoe kom je dan thuis? Ik zeg, ja jij gaat me gewoon thuis brengen. En die jongen zegt, ik ga jou echt niet thuis brengen. En zij zegt van, ja nee, jij gaat me echt wel thuis brengen. En die jongen zegt, nee, is niet mooi thuis, kom vraag je me het anders. Ik zeg, nee, je gaat me gewoon thuis brengen. En die meid aan de telefoon, oh mijn god, wat heb je toen gedaan? Ja, toen ben ik bij hem blijven slapen. Nee, maar dat is Helmond. Inderdaad, gewoon inconsequent, dom en gewoon eerlijk. Ja, een beetje eigenlijk hoe we nu, hoe Nederland nu is, ja, onder het virus. Dom, inconsequent, lekker doen wat we willen. Ja, het is zo... Bizar, hè? Nou, ik moet niks zeggen, want ik ben hier ook. Maar we houden afstand. We houden afstand. We hebben net niet de hand geschud. Nee. Ik heb alleen in je wang gelikt, maar verder... Dat maakt niet uit. Nee, maar... Straks ook nog even de andere kant precies, doen. Precies, ja. Alles in evenwicht, hè? Precies, balans ja, is alles. Het is heel... Ik vind het... Kijk, inderdaad, je moet... Ik heb wel zoiets van... Inderdaad, als iedereen nu gewoon thuis blijft... Dan is het ook binnen de kortste keren klaar. Maar ja, bijvoorbeeld, dan heb je inderdaad... Wat ik ook net zei... zo'n filmpje van Snelle en Davina Michel in Ahoy... die dan in Allegra Ahoy een mooi nummer staat te doen... Prachtig nummer. Mooi gezongen. Doe je goed. Maar die mensen moeten toch net zo goed thuis blijven. Zoek eens op. Dat is toch gewoon dat. Maar eerlijk, dit is gewoon die volgens mensen. Volgens mij had hij zo'n goud-zwarte jasje aan. Kan dat? Ja, ik heb het gekeken. En hij leek nog zwaarder dan dat ik was. En dan, weet je, er is een band bij. Er zijn een filmcrew. Ik weet zeker dat ze niet Davina Michel en Snelle in Ahoy gooien. En verder niemand. Daar zal echt wel 20 man aan werken. Of 15, of misschien 10, weet ik het. 10, 20 man zal eraan werken. Die mensen moeten toch net zo goed thuis blijven. Ja, Floris, dat weet ik dus niet. Als we. Kijk, er wordt geopperd om. Houd 1,5 meter afstand. Denk aan hygiëne. Als je 1,5 meter afstand kan houden. Kijk, we moeten ook natuurlijk... Ja. Vind ik, hè. Ik weet wel een klein beetje iets af van hoe heet het? Chemie en, ja. Radiologie en biologie. Klein beetje, maar in ieder geval... Ja. Wacht even. Mijn broertje... Dit inderdaad. Ja. Het is prachtig. Laat ik dat voorop stellen. Mooi 1,5 meter. Ja, ze staan goed van elkaar af. Maar ik kan makkelijk die quarantaine doorkomen zonder dit nummer. Ja. En die microfoon, is die school? Dat weet je niet. Er zit geen kapje op zoals bij mij. Je weet het niet. Dat ik denk van, het is prachtig, nogmaals. Maar die mensen moeten toch ook thuis zijn? Ik weet niet. Ja, ik weet het, ja. Het is, maar inderdaad, zoals ik al 100 keer heb gezegd, het is mooi en zo. Maar ik heb dit niet per se nodig. Laat die mensen ook gewoon thuis zitten. Want leuk dat je mooi kan zingen, maar dat betekent niet dat je iedereen in je gezicht mag gaan hoesten. Maar daar zeg je inderdaad wel wat. Ik heb dat niet per se nodig. Nou, ik ook niet. Het is mooi, maar ik heb zoiets van... Weet je, logisch. Iedereen een hart onder de riem, leuk en zo, maar het is niet nodig. En het is mooi en zo, maar laat die mensen ook thuis zitten. Want ik ga je één ding vertellen, als Davina Michel of Snelle in één keer doodgaat aan corona, ja, dan baal ik. Dan denk ik, had voorkomen kunnen worden. Hadden we een liedje minder gehad, maar joh, dan draai ik Duurt te Lang nog wel. Ja, dit. Dat is ook het quarantainelied, Duurt te Lang. Precies. Van de het anti-corona playlist met nummers als Pak maar mijn hand, kon ik maar even bij je zijn. Ja, hey, zullen we een coronalijst? Ik heb hem al gemaakt. Heb je hem gemaakt? Ga je die bewaren voor je in je set voor hierna? Of, Nee. Nee, ja, dat is het. Had ik het dus met, we kunnen een lijst samen zijn. Oké, dus Davina, het duurt te lang. Ja, het duurt te lang. Pak maar mijn hand, kon ik maar even bij je zijn. Ja, jij gaat werken, jongen. Jouw broer is ook hier. Ja. Moet ik even, Dirk Schelen heeft een nummer genaamd Handen Wassen. Ja. Nou ja, het moet toch echt grote wasjes, ja, maar, kleine wasjes? Ja, die is ook goed. Lik maar mijn wang. Nee. Maar het is... Nou, ik had het daar toevallig met Chris van der Ende over. Ja. Zeg maar, corona is gewoon de comedian nachtmerrie. Want het is superveel materiaal. Dus je kan er heel veel mee. Maar je mag niet optreden. Zodra je mag optreden, is het niet meer relevant. Eigenlijk wel. Ja, en dat is het moeilijke eraan. Dat is ook zo. Dus heel veel comedians die missen nou... Ja, die gaan online allemaal dingen doen. Maar dat is ik heb nu inderdaad in die groep waar we zo aan zitten... Ja. Zijn er nu al 2 mensen geweest die zeiden... Ja, kunnen we niet online een soort open mic doen? Dat ik denk van ja, ik snap dat je wil optreden nu, maar... Ik zelf persoonlijk zoek het niet. Want ik wil interactie kunnen hebben met mensen. En ik ga niet thuis in een woonkamer een camera op mezelf zetten. En dat is wel het voordeel, weet je. Ik had deze podcast. Dus ey, comedians, als jullie willen podcasten. Ik kan een voorbeeld geven. Ik zag, je kent hem ook wel, een goede, echt supergoede comedian.
komt uit Limburg, Bram van de Velde. Die is hartstikke leuke filmpjes aan het maken op Facebook voor het lockdown. Dus ik had contact met hem opgenomen. Of die alsjeblieft op de dat ik dat zo leuk vond. En of we dan voordat die lockdown kwam, of we dat we eventueel podcast konden opnemen. En Bram woont ietsje te ver in het buitenland, dus die mag nou de grens niet over. Dus misschien dat we iets via Skype gaan doen, maar ik kan het zo waarderen wat hij doet. Ik heb bijvoorbeeld vandaag ook een filmpje gezien, dat was van een YouTuber, Calvijn, die had dan de speech gepakt van Willem-Alexander. Ja. En die had hem dan zo omgebouwd dat het leek alsof hij 30 seconds aan het doen was. Dus dan ging het van, mensen die voor elkaar zorgen. En dan zie je de koning Alexander, de artsen. Ja. De verplegers. Nee, groter. De complete medische sector. Ja, goed zo, volgende woord. En dat is wel leuk dat ze zo van die filmpjes dingen doen. Of ook dat filmpje met die tequila party in Suriname, of wat was dat, weet ik het. Ik zie ook superveel grappige filmpjes voorbij komen, weet je. Ja. Heb je dat ene... Ik denk dat het voor comedians, laten we het gewoon comedians noemen, hè? Comedians, grappige, funny motherfuckers, echt een gruwelijke tijd is. Want de grappen die komen er... Fuck, dit... Als je nu het podium komt... Er is zoveel mee te doen. Je hersenen ontploffen, nou, weet het is, je. We kunnen niks. Nee. Je kan wel dingen, maar het echte stand-up op een podium staan... Er staan mensen voor je in een microfoon in je klauwen. En mensen van maken. Dat kan gewoon niet. Dat kan niet. Precies. En dat is het rukken eraan. Ja, dus straks is net wat jij zei, wat Chris tegen jou zei. Ja, je hebt nu al die shit en straks is het niet meer relevant. Het is jammer, dat vooral. Ja. Draaien, ja, ik weet niet, ik kan me wel een beetje storen, jongen, aan wat ik kijk. Ik ben altijd iemand, ik hou van de positiviteit en ik denk van, ja, je moet de mensheid ook niet onderschatten, weet je. In moeilijke tijden zijn we er voor elkaar. Tuurlijk. En dan zie ik het fucking hamsteren en het schapengedrag en dan schaam ik me gewoon. Dat is inderdaad echt dat ik denk van... Kansloos. Vooral dat hamsteren inderdaad. Dat er gewoon met nadruk wordt gezegd, doe het niet en mensen doen het toch. Dat ik denk, ja, weet je, dat je iets extra's meeneemt voor een dagje. Omdat je, kijk, ik kan best begrijpen dat iemand voor 3 dagen nu boodschappen gaat doen. Zodat hij niet iedere dag naar de supermarkt hoeft. Want dat is riskant. Ja. Maar jongen, ga niet 100.000 wc-rollen halen, man. je hebt er toch ook niks aan. Ja. Maar weet je waarvan ik kan begrijpen die 100 wc-rollen halen? Maar die halen dat iedere week. Dat zijn die mensen die hebben hierachter, die wonen. Die hebben een tv, die doen mee aan zo'n tv-programma, een huis vol. Die hebben 11 kinderen, weet je, die doen niets anders dan hamsteren. Precies, dat snap ik. Dat snap ik inderdaad, maar ik heb bijvoorbeeld ook inderdaad zo'n foto gezien van zo'n verpleegster die zegt van ja, leuk, mijn dienst zit erop, ik kom in de supermarkt en alles is op. Dankjewel Nederland. Volgens mij was dat in Engeland, of niet? Was dat niet in Engeland? Ja, in Engeland, maar ook in Nederland het is overal ook. Inderdaad. Schandalig. Ik had een vriendin van mij, die werkt ook in de zorg. Die heb ik geappt van, handel je het, moet ik boodschap of zo voor je doen? Maar die kreeg het allemaal nog, ze kregen het nog goed geregeld. Dus, Ja, heb jij de supermarkten gezien waarvan je dacht van, what the fuck is dit? Ik ben nu sinds het hamsteren in heel veel supermarkten geweest. Of nou heel veel, maar in ieder geval, ik ben meerdere keren in de supermarkt geweest. En ik heb nog geen wc-rol zien staan. Alle wc-rollen zijn op. En ook, weet je, dan bij onze grote Albert Heijn zit daarnaast een Ethos. Paracetamolen, ook allemaal op. En alles, het is dat ik denk van, ja jongens, doe normaal. Ik snap het ergens, maar doe normaal. Paracetamol is voor als je echt niks meer te eten. Ja. Of dat ze de wc... Gewoon door de cornflakes, hè. Wc-rollen gaan eten. Ja, precies. Okay. Oh. We moeten nu gewoon... Papier, de hollebollen Gijs wordt gek in de Efteling. Die heeft straks geen papier meer. Papier hier. Van een afstand zo'n rol erin flikken. Dat is juist. Straks heeft iedereen toiletpapier over. En dan gaan ze allemaal naar de Efteling. Rollenbollen Gijs vol proppen met toiletpapier. Oh mijn god, hij. Ja, het is... Oh. Ik zag een filmpje voorbij komen, Floris. Dat ze, die vond ik wel grappig. Kun jij de filmpje zoeken van die zombies, Michel? Er zijn lui in de winkel. En dan hebben ze dan... Ik weet niet of je die serie kent van The Walking Dead. Ja, ik heb hem nooit gezien, maar ik ken het wel. Ja, daar hebben ze dan een geluid van die zombies dat... Dat ze naar die wc-rollen gaan. Ik weet, als je het vindt, zet hem maar even erop. Heb je hem gevonden? Check. Oh, dit lijkt ook gewoon echt. Oh, dit is wel heel mooi, dit.
En dit is dan nog... Ja, maar dit is toch debiel, dit, eerlijk. Ja, maar weet je, die moeten toch een soort van, als ze de volgende keer hun reet afvegen, zich schamen. Ja, maar kijk die vrouw, die loopt met 2 multipacks. Dus een multipack ja. zitten, die gaat met 80 rollen naar huis toe. 80! Dat krijg je in een jaar niet weggescheten. En die heeft haar handen zo vol, die kan ook niks anders meer dragen. Die komt straks thuis en dan gaat het, ja, ik heb heel veel wc-rol, maar ik heb geen vreet om uit te scheiden. Precies. Ja, kansloos. Ja, het is echt erg. Maar ik vind dan ook mooi dat ene filmpje van die ene gast in het magazijn. Die dan gewoon met die fork heeft druk. Hey, denk je dat het wc-papier opgaat? Oh, ja, natuurlijk niet. Dus dat alles staat vol. Die heb ik ook voorbij zien komen. Geweldig, ja. Het hele magazijn vol, man. Ja, het is echt... Maar dat filmpje, het lijkt echt gewoon goed. Ja, goed, hè. Goed. Dat bedoel ik... aan de ene kant denk ik... Oh, weet je, kut mensen, jullie moeten je te schamen. Dan heb ik plaatsvangende schaamte. En aan de andere kant kan ik het weer waarderen qua humor. Dat er zo'n filmpje gemonteerd wordt. En dan denk ik, ja, geweldig. Zo moet je er ook maar mee omgaan. Het is gewoon een domino effect. Want als iedereen wc-rol koopt, zijn nu alle wc-rollen op. En heb ik zoiets van, fuck, ja, ik moet nu even ergens wc-rollen vandaan gaan halen. Want nu is het allemaal op. En zo is domino effect. Dan gaat iedereen het halen. Ja, dat werkt niet. Ja, ik denk dat de media zelf ook heel veel schuld is. En dat er bij heel veel angst wordt aangebracht. Het is begonnen met de media. Ja, ga maar hamsteren. Ja, maar dat vertelde mijn vader laatst ook. Dat er dan een nieuwsbericht kwam. Ja, een jongen van, weet ik het, 25 of zo, zeg maar wat, is overleden aan corona. Dan denk je, oh, daar schrik je van, weet je. Heftige kop. En dan lees je de tekst. Ja, bleek hij dus dat hij ook al leukemie had. Dat bedoel ik, ja. Het is superkut, maar dat ik denk van, maar ja, dat vertel je er dan niet bij. Precies, dat is een beetje zoals aids, hè. Ja, als je aids hebt en je kan je kun je overlijden aan een longontsteking heel snel. Omdat je dat bijvoorbeeld al hebt, snap je? En dan wordt er gezegd van, ja, overleden aan AIDS. Ja, dat had hij al. Ja, even dit. Maar we gaan even een zijsprong maken. Ja, ik zie corona. Ja, precies. Waar is jouw, wat je hebt een bij, hè? Jouw gigantische beker. Die gigantische beker. Ja. Ja, dat is hem. Het is hem. Dit krijg je. Wil je hem vasthouden? Ja, nee, dan gaan we hem overdragen en zo, hè. Geef me de boven. Zet hem maar even hier in het midden neer. Dat is hem. Ja, want jij hebt de Pucks... Talent Award gewonnen. Ja. En dat is eigenlijk een wedstrijd die gehouden werd in Arnhem voor comedy talent. Cabaret. Het cabaretwedstrijd, laten we cabaret. Dus, ja, het is gewoon een cabaretfestival. Ja, precies. En ik weet niet, volgens mij waren er behoorlijk wat deelnemers. Hoeveel precies, weet ik niet. Maar ik weet dat we met 10 man, er waren volgens mij sowieso meer dan 30 audities. En dan zit je met 10 man in de kwartfinale, 6, en dan wordt het 4. Precies, en dan worden kleiner gemaakt. Ja. Dus als je nagaat, 30 audities. En als je dan uit de dat kan winnen. En gefeliciteerd. Top. Dankjewel. Dat je dat doet. En ook, ja, je bent nog jong. Ik, ja. Ik denk vaak van, ja, maar jonge cabaretier, comedian, wat heb jij nou meegemaakt? Maar dat heb je uitgelegd. Jij hoeft niks mee te maken om geïnspireerd te raken om wat te schrijven. Dus dan vergroot je alles. Ik vind het daardoor... Doordat ik niks meemaak, vind ik wel jammer. Want ik vind verhalen vertellen heel mooi. En ik heb geen verhalen om te vertellen. Want ik maak niks mee. Dus ik merk dat ik... Ja, ik weet niet precies hoe ik het moet uitleggen. Maar ik vertel gewoon heel veel dingen. En ik geef mijn mening en voorbeelden en zo. En dat is leuk. Maar ik wil ook verhalen vertellen. Maar daar kom ik niet echt aan toe. Ik moet me echt neer gaan verdiepen. Al bedenk ik ze, verhalen vertellen. Dat vind ik wel heel leuk. Dus dat is echt cabaret, daar heb je meer tijd. Ja, nou ja, ook in stand-up. Dave Chappelle, Kevin Hart. Het is de echte stand-up, maar die vertellen wel constant verhalen. Ja, klopt. Maar dan moet het aan... Maar daar heb je ook een groot publiek. Dus heb je ook alle tijd om een verhaal te vertellen. Als wij, ja, je weet hoe het werkt. Als wij wel eens in een kroeg staat, dan als je dan een verhaal al van 2 minuten hebt, dan moet de punchline echt... heel erg goed zijn, wil die kloppen. Je kan in een café niet een opbouw van 2 minuten hebben. Als jij in een café een opbouw van 2 minuten hebt, luistert niemand meer. Ja. Ik heb ooit van iemand de regel gehoord... bij stand-up comedy moet er iedere 15 seconden gelachen worden. Als jij 30 seconden stil hebt, moet je een hele goede punchline hebben. Anders ben je kwijt. Ja, precies. En dat is gewoon zo. Ik heb ook wel eens een heel lang verhaal verteld. En toen dacht ik, en nu komt de clue. Maar toen was er helemaal geen clue. Ja, dan zie je iedereen ook kijken van ja, en nu mogen wij naar huis... En dat is het vervelende eraan. Je moet gewoon wel ergens... Als je lang verhaal hebt, moet je ergens naartoe werken. Ik heb één grap, toevallig over Limburg, waar ik het heel lang... We gaan eruit. Helmond, hoi! We gaan eruit. Ja, nee, dat is een hele lange opbouw. Ja. En daar zit ook niet echt iets grappigs in. En op het einde, die opbouw is nodig. Want
ja, ik kan hem wel gewoon vertellen. Ik vertel op een gegeven moment dat er ooit een comedian is die mij vertelt van, joh, je moet nooit van je leven in Limburg gaan spelen, want Limburg is de hel. En dan zeg ik altijd, weet je, dat is heel gemeen dat hij dat zegt, maar ik zou het wel heel tof vinden als het echt zo is. Ja. En dan heb ik altijd een hele lange opbouw dat het gaat van, weet je, stel je voor, je gaat dood en God zegt van, ja, jij moet naar de hel toe, je hebt verschrikkelijke dingen gedaan en je loopt daar door die lange helse gang met allemaal zondige figuren en je hoort stemmen schreeuwen en je ziet allemaal lijken hangen. En op het einde van die gang zie je een grote brandende helse poort. En voor die helse poort staat de duivel, en die duivel die ziet jou en die gooit die helse poort open en die zegt, ha, je komt erin, moet je een stukje vlaai. Ja, en dan maak je een hele lange opbouw omdat je die mensen, omdat je het zo lang over. Maar dan is de opbouw de grap. Omdat je. Ja, want je maakt een hele opbouw in de hoop dat mensen een beetje vergeten. Oh ja, de hel was Limburg. En dan maak je. Ja, het is. Ja, en die werkt altijd. Dat is top. Dat is hetzelfde. Zo had ik vroeger. Ik speel hem nou niet meer. Want hij is helemaal niet grappig. Dus ik kan hem ook eigenlijk wel vertellen. Ik heb ook altijd. Ik speel hem toch niet meer. Nee, maar kijk, Limburg, wij beginnen altijd al met 1-0 achterstand. We praten al raar. ja. Zelfs de Belgen vinden ons raar, weet je. We vallen over. Brabanders vinden ons ook raar, weet je. Het is even zo net niet Brabander, weet je. Ja, we doen gewoon niet mee. En we hebben wel voetbalclubs en die komen er ook allemaal niet uit. Nee, het is. En op een gegeven moment had ik dan zoiets van, dat kwam. Ik was vroeger echt, ging ik regelmatig naar wedstrijden van Roda JC. En dan als er dan Ajax kwam spelen, weet je, dan zo de Limburgse Roda, ja, hooligans. Ja, snap je dat? De hooligans. Ja, de hooligans ook wel. En dan, ik stelde me dan voor, stel je voor, die staan tegenover elkaar. En dan hoor je die Amsterdam, weet je, van die Ajax zie je van, nou, op tyfus man, op kanker, ik snij je, stoot eraf man, kom hier dan ouwe. En dan, en dan staat daar zo in, kijk wat die jong, oh daar ik druk. Dat komt er aan, hè. Oh, even, kom hier, oh, een slagje met de moel in de drek, ja. Nee, en dan denk ik gewoon dat die Ajax supporters gewoon zeggen van, die zijn gek. Die zijn echt gek. Die zijn gek. Ja, maar dat weet is je, die wel mooi. Limburg, ik hou er ook wel van, hoor. Ik hou heel erg van Limburg, ja, man. Nee, ik zou hier nooit weg willen. Het is, ja? Niet? Nee. Ik wel, over een uurtje. Maar... Mooi, man. Hoe lang zijn we al aan het podcasten? Heerlijk. Ik dacht al, van, ik hoop niet dat er straks weer een van de random persconferentie komt en dat het gaat, Nederland gaat nu in lockdown. Want dan zit ik gewoon vast in fucking Heerlen. Ja, man, daar ben je de Sjaak. En ik kan geen boodschappen doen. Dat nee. Kan, ja, nou, schappen niet, zijn niet dat per se, zeg maar, maar Helmond zo'n betere rank is of zo. Weet je wat het is? Dan maak ik de deur, open. Hey Floris! Je mag blijven, jongske. Welkom. Wil je nog een glas? Wil je nog wat water? Ik heb één keer een hele de grap gemaakt van, ja, ik was hier onderweg met de auto hier naartoe. En ik ben me kapot geschrokken. Ik heb een rat aangereden. Een rat. Of hoe jullie ze noemen, Maastrichtenaren. die doet het sowieso in Heerlen. Het is zo heel mooi. Goed. Als je inderdaad gewoon een openingsgrap hebt. Ja, je hebt gespeeld van humor in, hè? Ja, dat was wel heel tof. Inderdaad. Zullen we gelijk een huishoudelijke mededeling doen? Maar dat weet iedereen wel. Humor in gaat natuurlijk niet door. Ik stond in deze line-up. Ik zou invallen. Maar sta je ook op de boot? Nee, ik sta niet op de foto. Ja. Ik zou invallen. Laten we het eens hebben over Rami. Even respect voor Rami. Rami Nima. Die staat dus in de finale van Griffioen, De Stoep, Zuidplein. Weet ik het hoe het nu heet. De naam verandert iedere week. Dat cabaretfestival. Die staat in de finale. Maar de finale gaat niet door. Hoe kut is dat als je finalist bent en je moet nu gewoon maandenlang wachten op, heb ik überhaupt dat festival gewonnen? Dat is echt balen. Ik heb geluk gehad dat een maand. Oh, wacht even. De finale van Zuidplein is nog niet geweest. De winnaar is nog steeds niet bekend. Al die vier finalisten zijn nu allemaal aan het wachten. Van ja, wanneer komt de finale? We weten niet wie de winnaar is. Nee, maar dat kan toch ook pas als die finale is geweest? Ja, precies. Maar dat is de ruk als je gewoon maandenlang thuis zit. Van ja, ik wil nu gewoon die finale hebben. Ja, en je zit helemaal uit je flow, uit je vibe. Dat ook nog eens. Ja. Ja, dat lijkt me heel erg. Maar ja, dat is gelukkig iedereen in Nederland. Dus uit zijn flow, uit zijn vibe. Ja, in mijn ritme is ook helemaal naar de tyfus. Ja. Ik heb echt mijn ritme. Het is helemaal van de. Ik leer om 2 uur 's nachts te pitten. En ik hier om 11 uur kom ik mijn bed uit. En dan lunch, ontbijt ik om 12 uur. Maar dat is toch gewoon het studentenleven? Ja, maar ik ben ook geen student, hè. Ik ben helemaal niks. Gewoon, nee, doe niks. Tussenjaar, dus ik werk, maar dat ook niet meer. Dus nu eet ik alleen maar chips. Gewoon gigs. Ja, en zelfs dat niet. Ik heb nu niks.
Ik heb helemaal... Ik zit gewoon op televisie. Weet je, ik zet gewoon de televisie aan. En dan ga ik ook gewoon programma's kijken die helemaal niet kijken. Weet je, dan ga je, dan wil ik er naar 3. En dan staat, dan wil ik een Mega Mindy op. Of weet ik het. En je scroll je door. En dan, hé, vet, vrek, Catnet. Ik ga Piet Piraat kijken. Fuck dat. Weet kan, je? Ik kan niks kijken, merk ik. Het is echt afschuwelijk. Na 10 minuten zet ik alles af. Heb jij dat ook? Ik zet na 10 minuten alles af. Ja, ik heb gewoon nergens zin in. Ja, ik moet dit even ondertussen vertellen. Ik zei net Piet Piraat, hè. Ja, wij hebben anderhalf uur gereden. En op een gegeven moment zei mijn broer van, zal ik je een uitdaging geven? Dat je een bepaald woord moet zeggen tijdens de podcast. En als dat lukt, dan krijg je van mij een chili chicken. En het woord was Piet Piraat. Dus ik krijg straks een chili chicken onderweg naar huis toe, Pepijn. Ah, goed gedaan. Fucking codewoorden. Ja. Nice. Giel Beelen deed dat vroeger ook altijd, man. Ik moet zeggen dat ik dat wel eens vaker heb. Dat ik op een podium... Maar dan geef ik me zo... Ik had bijvoorbeeld laatst een show in Breda. Dat was op de dag... Of een dag nadat ze hadden gezegd van... joh, alles onder de 100 moet weg. Of boven de 100 moet weg. Ja. Nou, dan een show met 9 man in de zaal. En toen had ik voor mezelf gewoon op een dag... Gewoon onderweg had ik besloten... Ik weet niet hoe ik het ga doen... Maar ik wil vandaag op een podium liggen. Gewoon, dat was gewoon wat ik voor mezelf zei, weet je. Ik ga er vandaag voor zorgen dat ik op een podium lig. Nou, ik heb een bit waarin ik helemaal... Op het podium aan het stampen ben. Toen werd ik op een gegeven moment gewoon op het podium gaan liggen. En ik kijk zo het publiek aan. En mensen keken echt van, what the fuck? En ik zeg zo... Ja, het heet dan wel stand-up comedy. Maar ik kan zeggen, dit is ook wel comfortabel, hoor. Ja. Toen heb ik gewoon nog 3-4 minuten gewoon op het podium gezeten en zo. En dat is wel leuk, dat je daardoor een beetje wat je moet doen, weet je, staan, microfoon vast, dat je daar een beetje mee klooit. Ik vind het ook heel tof dat bijvoorbeeld Chris van der Ende doet dat heel veel en Dave Chappelle doet dat. En dat vind ik heel tof als je de microfoon ook echt als object gebruikt. Dus je kan hem vast hebben van, ik ga nu dingen vertellen. Maar bijvoorbeeld, ik heb Dave Chappelle ooit zien doen dat hij het heet over dat zijn zoon een chicken wing aan het eten is. En dan gebruikt hij dat ding als chicken wing. Ja. En dat Chris van der Ende, dat hij het heeft over opsporing verzorgd, dat hij dan die microfoon voor zich doet als een zwart balkje voor zijn ogen. Ja, geniaal. Ja, Chris is gewoon geniaal. En ik vind hem gewoon echt een van de beste comedians van Nederland. En dan kan ik iedere podcast, kan ik dat wel zeggen, ongelooflijk. Maar waar hij dus echt heer en meester in is, en dat is wat je zegt met de microfoon. Is gewoon, hij kan van iets heel kleins, kan hij het door het uit te beelden met een microfoon, wat maar heel klein is, kan hij zijn grap, of wat hij wil spelen, maakt hij heel groot. Ja, dat is, dus hij maakt het groot door het klein te houden. Hij is echt geniaal. Ja. Ik heb heel veel goede verhalen over hem, wat ook inderdaad in jouw podcast. Ja. Dat ik, en toen mocht ik eindelijk 2 weken terug een keer met hem spelen. Ja, ik ging stuk, dus had zo'n vrouw, gewoon echt een flinke vrouw, kort haar. En hij is gewoon aan het spelen en midden in het spel in één keer draait hij en zegt hij... Vrek, jij lijkt ook op een toilet, juffrouw. Dan moet hij zelf het achter lachen. En dan moet hij inderdaad zelf lachen. En die vrouw... En volgens mij, maar ik weet nog niet of dat echt was... Maar uiteindelijk bleek dus dat die vrouw ook echt toiletjuffrouw was. Oh, helemaal. Oh, heerlijk. Ja, dat was echt... Dat was echt wel Chris, als hij dat dan weet, dan gaat hij door. Ja, dan maakt hij het helemaal af. Erop doorgegaan. Ja, die heeft volgens mij wel 40 minuten gestaan te spelen. Ja, hij is echt koning. Ik heb echt het geluk gehad dat ik veel met hem heb mogen spelen. Ja, want jij bent bij hem op cursus geweest. Ja, ik heb een aantal workshops bij hem gevolgd. En geweldig. Gewoon, je kan geen betere leermeester wensen. Ik hoor ook heel veel goede dingen over de cursus van Roel Zevenburg. Ja. En ik zit er wel eens aan te denken van om ook eens een keer zo'n cursus te doen. Ik kan het al wel, weet je, grappen schrijven en zo. Maar... Ja, ik heb zoiets van misschien als ik dan een cursus ga volgen en ze brengen me echt meer theorie, dat het dan misschien beter gaat of sneller gaat. Ja, kijk, wat bijvoorbeeld Chris heel goed doet. En daarom kan ik iedere beginnend comedian, weet je, ze bieden de cursus nu ook aan, weet je. Maak daar gebruik van. Die jongens doen het voor niet te veel geld, maar ze leren jou in ieder geval hoe je moet beginnen, hoe een grap werkt, hoe je hem opzet, hoe je... Wat ik bijvoorbeeld met Chris wel eens deed, dan was het zorg dat je moet feedback hebben. Dus je neemt je optreden op, daarna gaan we het bekijken. Nou, wat heb je gezien? Waar kunnen we aan werken? En je ziet gewoon, je kan er niet omheen. Ik heb een voorbeeld. Ik had een keer een show in Warmond. In Warmond, in het theater. Maar waar ligt Warmond? Ja, godverdomme, weet ik veel. Ik was vroeger... Warmond, bij Leiden, denk ik. In de buurt van Leiden, denk ik. En hoe heet het? Dan moet ik denken aan vroeger dat helikoptertje, weet je, waar je op school met de topografie, toch? Het helikoptertje vliegt naar Den Bosch. Weet je, de vlog zat ik op Texel. Weet je, ja. Ik had de laatste show in Gorssel
Of nee, ja, in Gorssel. Ja, met Arjen ja, toch en of niet? Dat was fucking ver weg. En ik kom een podium op. Ik zeg van ja, ik zat vandaag in de auto hier naartoe, naar Gorssel. En toen bedacht ik me in één keer, dat was wel grappig, weet je, ik ging hier naartoe, 2 uur in de auto. Toen dacht ik me in één keer van, oh ja, wat een kut-end. En die grap, dat als je gewoon ver weg moet, werkt dat ook altijd. Om op te komen. Ja, zeker. Eventjes iets over de plaats waar je speelt. Nou, ik moest hier een keer in een Gronsveld staan, in theater. En, Gronsveld, dat is bij het Maastricht. Ja, nog verder naar beneden. Daar rij je niet eens met ratten aan. Nee, slangen aan. En op een gegeven moment, die zaal zat helemaal vol met 65 plus publiek. Helemaal vol. Oh, heerlijk. Ja, prachtig. Dan weet je, dan ga je met een lekker wijs naar huis. Wees, precies. En ik dacht, hoe ga ik dit doen? Dus ik ben een podium opgegaan. En gewoon de eerste opmerking, ik heb het publiek zo aangekeken. En ik heb gewoon gezegd, ja, als ik had geweten dat dit de gemiddelde leeftijd was, had ik mijn rapport meegenomen. Hebben ze, klaar. Ja, ja, weet je wat, ik moest, ik heb laatst Simpelveld, Humor in Simpelveld hadden we gespeeld. En Arjen, die wij ook kennen, een van de opzorgers, waar jij mee daar gespeeld hebt in Gorssel, hè? Gorssel. Ja. Ja, moet je nagaan. Hoe heet het? Die heeft een stukje over dan, communiceren met de doden. Ja, en, ja. Dat publiek was ook veel, 65 plus daar aan het Schimpenveld. En Arjen had voor mij gespeeld. En ik zei op een gegeven moment ook tegen het publiek van, volgens mij heb ik het ook al, nee, daar heb ik wel of niet online gedaan. Maakt niet uit, dat is niet belangrijk. Ik zeg, ik maakte een goede grap. Stil. Oké. Je weet wanneer een goede grap is, want je hebt hem vaker gespeeld. Ja. En normaal is de reactie gewoon lachen. En nu was het niet. Dan zeg ik, oké, ik zie dat ik vanavond, net als Arjen, ook met de doden communiceer. Weet je? Dat is mooi inderdaad. Weer, als je die linkjes kan maken met andere grappen die mensen maken. Ja. Dat is altijd leuk inderdaad. Ik heb een stuk op een gegeven moment in mijn set waarin ik grappen maak met steeds minder woorden. Dus ik heb een grap met 9 woorden. Ik heb uiteindelijk ook een grap met 2 woorden. En op een gegeven moment, mijn stuk was voorbij. En Arjen komt op het podium op en die zegt van, ja, Floris, ik moet toch even zeggen, ik heb een grap met 1 woord. En die loopt ergens naartoe. Er stond zo'n kom met allemaal pepermuntjes erin. Die flikkert zo die pepermuntjes eruit. Die loopt naar het podium toe, zet het ding neer. Kom! Ja, het is heel simpel, ja. Maar leuk, ja. Effectief. Maar dat was inderdaad wel, dat ik dat heb geschreven, dat was inderdaad gewoon een uitdaging. Van, ik ga voor mezelf gewoon een uitdaging. Ik ga met zo min mogelijk woorden grappen schrijven. En ik ben begonnen met een grap met 9 woorden, 8 woorden, 7 woorden, 6, 5, 4, 3. En uiteindelijk een grap met 2 woorden kunnen schrijven. Vind ik wel grappig dat jij, wat een slechte woordkeuze, kinnebak. Nee, maar hoe heet het dat je jezelf op die manier ja, uitdaagt? Want ik vind het lastig om gewoon te zeggen, ik ga nu over dit onderwerp schrijven. Dat vind ik lastig. Dus ik moet voor mezelf meer een uitdaging dat ik alle kanten op kan, maar ik mezelf wel nog een beetje beperk. Ja. En dan is dat heel leuk. Ik heb, toen ik workshops deed met Chris, dat vond ik echt super effectief. Ik hou het allemaal graag bij mezelf. Mm-hmm. En dan vroeg Chris bijvoorbeeld van, noem eens iets geks wat je sinds je scheiding hebt meegemaakt. Of zo, weet je. En dan kwam je vanzelf op een gegeven moment, gooi het eruit, boom. En dan gooi je erin en ga je samen aan een grap werken. En per optreden gaat dat, gaat die grap steeds, ja, je weet hoe het gaat, aangepast worden. Dus weet je hoe mijn grappen, hoe ik die vaak aanpas? Door ze gewoon hardop te spelen. En als ik dan bijvoorbeeld mijn set eens in de zoveel tijd, nou hoef ik hem niet meer zo vaak te oefenen. In het begin, toen ik net weer begonnen was, moest ik echt iedere dag 2-3 keer, zit ik hier als een debiel, iedere dag 2-3 keer, moet ik mijn set spelen, klokken, snap je, tapen, timen. En nu zit die echt in mijn hoofd. En ik heb nu bijna 5 minuten geschrapt. Ja. En dat heb ik laatst, gelukkig heb ik dat gespeeld en het werkt. Dus ik heb bijvoorbeeld bijna alle grappen van mijn ex-vrouw, die werken gewoon niet. Het is gewoon, zelfspot werkt het beste. Ja. En dat heb ik nou veel, veel, veel meer. Ja, het is heel grappig. Sorry dat ik zoveel heb gelukt. Nee, maar niet. Nu ben ik. Ik geef hem over aan jou. Michel, mag ik nog een kop koffie alsjeblieft? Wil jij nog wat water? Ja, graag. Ja? Is het niet handig dat je die zelf, handjes wassen en zo? Oh ja. Nee, we letten wel op. Ik heb alles gedesinfecteerd. Dan is het goed. Ja. Nee, maar het is lastig inderdaad. Wat ik tegenwoordig doe, want ik heb ook wel gewoon mijn sets getimed en zo. Mm-hmm. Maar ik ben zo slecht met time op het podium qua hoe lang ik aan het spelen ben. Dat ik inderdaad ook gewoon, ik bereid iedere keer gewoon een set van 20, 25 minuutjes. Mm-hmm. En dan zeg ik gewoon, joh, geef me een lampje. En dan rond ik af, werk ik naar mijn eindgrap toe en dan komt het wel goed. Ja. Dus dat is wat ik tegenwoordig gewoon doe. En dat weten de meeste mensen voor wie ik speel, weten dat ook wel.
En ja, ik bereid gewoon heel veel voor en vaak speel ik de helft niet. En soms als ik geen lampje krijg, dan vinden ze dat het lekker gaat, dan mag ik gewoon doorspelen. Heb jij grappen? Maar daarom heb ik ze nou, kill your darlings, moet je ook gewoon durven, dat heb ik nou gedaan. Daarom in de Bijlmer heb ik echt lekker gespeeld en daardoor had ik ook meer ruimte, want dat vind ik het leukste om met publiek te doen, man. En hoe heet het? Dus, maar wat ik had met die hoe heet het, grappen over mijn ex-vrouw, dat was, het leek wel of het me vertraagde. Ja, het is en daardoor kwam ik, moest ik steeds op zoek naar, oh, nou komt die leuke plukje. Ik had moeite met het aan elkaar plakken. En ik dacht, weet je wat? Ja, maar ik flikker het gewoon weg en ik speel gewoon wat. Dat is ruk, jongen. Als je inderdaad dingen hebt waarvan je denkt van, oh, dit werkt, dit is leuk, dit heb ik goed bedacht. En dan probeer je het een paar keer uit, denk je, fuck, het werkt gewoon niet. Niet, juist. En dan moet je het inderdaad maar schrappen. Want uiteindelijk doe je het voor de mensen dat ze hard moeten lachen. Lachen, daar gaat het om. En dat is, kijk, als je een heel cabaretprogramma hebt, dan kan je er echt wel een grapje in laten omdat jij hem zo leuk vindt. Ja. Maar inderdaad, als jij een set hebt van 8 minuten, kan je iedere keer de grappen gaan maken die jij het leukst vindt. Maar als er niemand lacht, dan moet je gewoon lekker naar huis eraan. Ja, dat, maar precies. Dan moet je in ieder geval... dan moet je het gewoon veranderen. Dan inderdaad. Is het handig als je een workshop doet en iemand hebt die met jou meedenkt en meekijkt. En gewoon zegt van, nou, luister en opneemt. En zie je wat hier gebeurt? Ja. Maar dan kan ik terugkomen op het verhaal van Warmond. Want we raakten een beetje in de Warmond. daar kon ik op een gegeven moment echt zien. hoe heet het? Van, moet je kijken. Ik liep gewoon weg. Dus eigenlijk, ik was zo voorspelbaar bezig. Dat als ik een stukje ging bewegen. Nu komt de punchline. En nu gaat hij een volgende zin doen. En toen ik dat. Ik stoorde me aan mezelf. Ik dacht, oké, dat gaan we fucking niet meer doen. Het heet niet voor niet stand-up comedy. Ja, je mag bewegen, maar dat doe je voor of na je grap. En dan ga je je opnieuw positioneren. Ja, maar het is... Dat is maar als je dat allemaal niet weet. Nee. En dan kun je wel denken dat je grappen goed zijn. Ja, dat klopt. Jouw grap is misschien wel leuk. Nu moet je het maar goed vertellen. Goed timen. Met de juiste expressie. Met de juiste emotie. Dus ja. Ik heb bijvoorbeeld iets wat de jury bij Puk tegen mij zei. Was, jij maakt een grap, maar je incasseert hem. Ze zeggen van, wie A zegt, moet ook B zeggen. Als jij een grap maakt, moet je de lach in ontvangst nemen. En ze zeiden van, we merken dat je heel vaak een grap maakt. En dat je dan, zodra je de grap hebt gemaakt, draai je weg. En dan lachen ze tegen je zijkant in de rug. En ik hoorde dat. Ik dacht, bullshit, onzin, niet zo lullen, ik doe het gewoon goed. Hadden ze mijn set gefilmd en ik kijk, nou, gewoon bij iedere grap draai ik weg. En dat heb je dan niet door en dat moet je dan echt zien om dat door te hebben. En dat is het relaxed ook als je filmt of als je iemand hebt die jou mee beoordeelt, dat je dan dingen ontdekt die je zelf niet door... Bijvoorbeeld en die gruwelijk eerlijk is. Ja, ik heb bijvoorbeeld een maat van mij, Jan van Houwelingen, hele toffe gast, die heeft op een gegeven moment... Die praat van zichzelf heel erg dat hij onbedoeld, zeg maar, de nadrukken legt op bepaalde woorden en dan ineens... En toen zei ik van, dat werkt jou tegen. Want daardoor kan je niet de nadruk in een grap leggen op waar je de nadruk moet leggen. Maar raken mensen in de war. En dat viel me toen pas op. En hij zegt van, ja, daar was hij zelf nooit achter gekomen. Want hij hoort zijn stem als zijn eigen stem. Ja. Maar dat is inderdaad leuk wanneer je dingen ontdekt die iemand zelf niet ontdekt. Dat is ook gewoon ook elkaar helpen, man. Ja, want je hebt inderdaad, je moet gewoon in de comedy, als je staat met 8 man... Ja. Ja, help elkaar gewoon, joh. Als je merkt dat iemand dit en dit doet, je help hem gewoon. Vertel dat gewoon. Ja, precies. Maar veel ego, weet je. Je doet zelf ook niet alles goed. Maar dat wil niet zeggen dat je iets niet ziet. Dus nee. Ik merk toch wel dat comedians daar vaak voorzichtig mee zijn om iemand te... Dus, weet je, die zien we... En dan stappen ze van het podium en zeggen ze heel snel van, ja, goed gespeeld. Maar ja, volgende keer is misschien beter om elkaar even te spreken. Die grappen die je zo speelt. Misschien kun je die... Heb je alles geprobeerd om hem zo te doen? Precies. Het algemene, maar is tricky, lekker spelen of niet... Dat hebben ze zelf ook wel door. Als iemand compleet doodgaat, moet je niet gaan zeggen... Oh, ging goed, man. Nee, want ze hebben zelf ook wel door dat ze gewoon dood zijn gegaan. Skut, hè, doodgaan. Ik heb het meerdere... Het is echt... Heftig, hè? Maar het... Ja, het is... Nou, ik had laatst ben ik doodgegaan. Ik stond in de kwartfinale van Let's Make Comedy. Ik stond in het theater in Wiegen. En Wiegen is bij Nijmegen, hè? Ja. Ja, en ik heb een grap. Een van mijn eerste grappen is een kankergrap. Mm-hmm. En dat is in principe wat heel veel mensen vinden, ja, dat kan je niet maken, of het gaat ver. Maar meestal breng ik hem zo en doe ik hem zo dat hij werkt. Sterker nog, daarom heb ik hem ook als begin gehad, dat hij altijd werkt. Ja. En ik doe hem daar, het werkte gewoon niet. Iedereen keek me naar... En jij dacht kanker. En het werkte gewoon niet.
Ja, als je dan begint met zo'n heftige grap en hij werkt niet, sta je gelijk met 3-0 achter. Dan kan je in principe dan op een podium afgaan, want niks werkt meer. Maar hij werkt dus altijd, hè, Floris? Hij dus werkt bijna altijd, behalve die ene keer. Want het is namelijk een grap waarin ik een, heeft Chris ook gezegd, je maakt een woordwending. Dus je hebt een zin waarin je bouwt naar mensen denken, hij gaat nu dit zeggen. En in één keer kap je het af met een heel heftig woord. Ja. En dat, die grap die werkt vrijwel altijd. Ja. Behalve die ene keer. Maar toen moest ik ook nog eens als eerste. Dus ik stond voor een niet voorverwarmd publiek. Ja. Dus ja, het was helemaal ruk. Het was het echt klote. Het was ja, echt klote. Okay. Maar ja, ik ben vaak zat dood gegaan. En dat... Het hoort erbij. Ja, ik ben er wel achter. Kijk, doodgaan is een beetje, voor de mensen die het niet weten, die niet in de comedywereld zitten, is een beetje als te vroeg klaarkomen. en dat die daarna ook niet meer omhoog gaat. Je kunt niet meer goed maken, weet je. Ze gaat gewoon weg. Haar gevoel is weg. Ja. Weet je, ja. Dit was het. Meestal het gevolg van een verkeerd materiaal. Ja, dat kun je niet herstellen. Juist. Dat kun je niet herstellen. Ja, nou, het is, ik ben moeilijk, er wel achter gekomen moeilijk. Waarom ik doodga. Zeg maar in algemeen is, ik merk... Corona? Ik ging vooral, ja. Nee, ik merkte gewoon, ik ga altijd dood wanneer ik het niet goed voorbereid. Wanneer ik dacht altijd bij stand-up, ik doe een paar grapjes en ik lul het zelf aan elkaar. Maar zo werkt het niet. Je moet stand-up net zo goed voorbereiden als cabaret. Ja. Dus dat is wat bij mij heel vaak het probleem erin. Dat ik gewoon een paar leuke losse grapjes stel. Ik was meer moppen aan het tappen en daar heeft ook niemand zin in. Dus ja, dus ik, dat heb ik wel door. Dus ik heb nu voor wat aan een goed verhaal en dat werkt gewoon. En nu, ik heb nu zeg maar, ik weet je, ik heb dan een set van 20, 25 minuutjes. En ik begin gewoon met een goede 5 minuten. Ik eindig met een goede 5 minuten. En in de 5 minuten in het midden kan ik nieuwe dingen uitproberen. Ja. En dat is ideaal, want dan geef je het materiaal gewoon een eerlijke kans. Ja. Want als je goed begint en goed eindigt, dan is wat er tussenin gebeurt, kan dan natuurlijk beoordeeld worden. Ik heb mijn, herkenbaar. Ik heb bijvoorbeeld nu, ik heb wat materiaal weggedaan, hè, wat ik zei. Maar ik heb dus ook nieuw materiaal. Wat heb ik bijvoorbeeld gedaan? Want ik zei, 10 jaar terug heb ik gespeeld. Ik heb daar mijn 2 toppers, heb ik ene, heb ik nu opnieuw herschreven in deze tijd, in deze tijdgeest. En nou is het kutte, ik kan niet wachten om die te spelen. Want dat was 10 jaar geleden toen ik al heel erg slecht was. En nu ben ik iets minder slecht. Weet je, toen was dat al een supersterke grap. En dat was echt met applaus en dingen. Dus ik kan niet wachten om hem te spelen. En ik heb hem helemaal, helemaal herschreven, zeg maar, naar deze tijd. Dus ik kan niet wachten. Dus ik hoop niet te veel mensen doodgaan aan corona, want we hebben de lach nodig. Ik heb inderdaad, of in ieder geval nadat ik mijn stukje heb gedaan. Dan. Dat vind ik ook. Kijk, laat heel veel communities proberen nu dingen te organiseren en zo. Dat ik denk van, jongens, je hebt nu vrij. Gebruik deze tijd om nu gewoon... Het zou toch, als wij nu allemaal, alle comedians gewoon nu in deze tijd, allemaal nieuwe dingen gaan schrijven, is het toch mooi als wij over een paar maanden allemaal een kwartier, 20 minuten nieuw materiaal hebben. Ja, en misschien dat we de helft of 3/4 wegflikkeren. Maar is het toch mooi dat iedereen gewoon terugkomt met nieuwe grappen. Ja, en ik zou zeggen, ze gaan elkaar helpen met podcasten voor comedians die podcastkanalen hebben. Weet je, dat is ook een... Ik ga binnenkort ook een keer podcasten met Bala Magrani. Ken je die niet? Nee. Nee, dat is, dat is ook... Maar ik verstond het ook niet goed. Badr Magrani. Ja, Badr. Ik heb met hem gespeeld in de Joker een keer. En nee, toen moest hij voor mij, ja. Daar ben ik zo dood gegaan. Dat was echt... maar weet je wat het was? Dat was gewoon echt doodgaan. Allemaal comedians daar. Doodgaan verhalen, ze zijn supermooi. Het was een, hoe noem je dat? Het was een marathon. Oh, en ik zat in marathon. Het één na laatste blok. Ik zag dat, ik heb dat voorbij zien komen. Ik doe het nooit meer. En toen dacht ik, is dat wel een goed idee? Nee, zeker nu niet. Nee, maar ik heb bijvoorbeeld ook... Daar is die corona shit begonnen. Ja, daar is het fucking begonnen. Fucking Café de Joker. In de Joker. Daar was het toen zo druk. Ja, maar je hebt bijvoorbeeld, ik weet niet of je de Gong Show kent. Nee. Heb ik 2 keer gespeeld, doe ik ook niet meer. Omdat het is een heel vet concept. Kun je me daar wat over vertellen? Ja, de Gong Show is... Je bent met meestal 25 comedians en je moet proberen 5 minuten vol te maken op het podium. Waar is dat? In Utrecht, Café Hofman. En het publiek heeft rode kaarten. Krijg je 3 rode kaarten, moet je het podium af. Zoek eens op, Gong Show. En het is inderdaad, het is echt, je moet proberen 5 minuten vol te maken. Dat is hard, zeg. Het is heel hard. Is het publiek echt letterlijk figuurlijk scheid van rood draf? Ja, het is niet maar gewoon echt in één keer... Oprotten. En weet je wat er bij de eerste keer gebeurde bij mij? Nou, dat kan niet goed zijn voor jezelf vertrouwen. Nee, maar precies. Dus ik heb het nu 2 keer gedaan en ik stop ook gewoon met Gong Show. Nee. Maar ik had 3 minuten gespeeld
Bij de eerste keer, 3 minuten vrij lekker gespeeld. Ik dacht, ik ga die 5 minuten volmaken. En na 3 minuten, tekst vergeten. Kut. En het was toen ik net op het begin zat van mijn carrière. Was er, volgens mij in juni of zo. Toen was ik net een paar maandjes bezig. En toen dacht ik van, ja, fuck. En toen bedacht ik me in één keer, oh ja, ik heb nog een one-liner over 9-11. Over 9-11, een one-liner. Oké, gooi hem eruit. En die heb ik toen gemaakt. Maar na die one-liner zat ik te denken van, oké, en nu? Maar die en nu, dat was gewoon een stilte. Nou, als je mensen de tijd geeft om na te denken over een 9-11 grap. Dus het is, weet je, ik maak een grap over 9-11. Het is stil en mensen dachten, dit kan niet. En ik kreeg in één keer 6 rode kaarten. Gelijk het podium af. Nu jij dat zegt, jongen, met die 9-11 grap. Chris maakte een super goede. Over Kobe Bryant. Ja, 9-11 grap. Hoe heet het? Dat, too soon, weet je? Je hebt toch wel eens van die comedies, too soon. Heeft hij ook gedaan, ja. Oh, jongen, en Chris zegt op een gegeven moment gewoon, ik zag het bij, ik doe hem natuurlijk geen recht aan als ik dat doe, maar hij zei in ieder geval, too soon, weet je wat too soon is? Als je in een tweede vliegtuig zit. Als je een grap maakt over 9-11, terwijl je in een tweede vliegtuig zit. Ja, nou, mijn grap over 9-11, is echt, nou, het erge is, ik heb deze grap over 9-11 ook bedacht toen ik in het 9-11 museum was. Dat is het erge van alles. Ik heb hem echt daar bedacht. Ik kan hem maken. Je maakt nooit van sorry, mee. Sorry, alvast, sorry. Ja. Maar je moet weten, in het 9-11 museum hebben ze de grote memorial wall. Dat is een muur met allemaal pasfoto's van alle slachtoffers. 3000 slachtoffers van al die. Een soort van klaagmuren. Nou, nee, het is een muur met allemaal foto's. Ja. En nou, ik ben daar geweest, jongen. Dat is veruit gewoon het moeilijkste potje wie ben ik, wat ik ooit heb gedaan. Ja, tot zover de podcast. Dankjewel voor het kijken. Nee. Ja, dat kan niet. En het gaat nee, die veel kan te wel. Ver. Nou, ik heb wel gewoon een keer op een avond bedacht van, ik ga nu alleen maar grappen schrijven die heel erg zijn. Fout dus zijn. Ik had, weet je, over de helft. Donald ja, Olie shit. Halve grappen over necrofilie, pedofilie, een 9-11 grap tussendoor. Gewoon alles. En, want wij hebben dezelfde filosofie. Maar ik denk niet alleen wij. Ik denk alle comedians. Maar ik denk dat iedereen een beetje tegenwoordig op eierschalen lopen en op telen lopen in verband met die fucking cancel culture in Nederland. En waar heb ik dan over? Fucking hele lange aanlopen. Geen alles mag. Je alles moet, nou, moet grappig ik zijn. Ik moet het wel, laat ik het zo zeggen. Alles kan, in zekere zin moet alles kunnen, maar je moet wel je kopje erbij houden. Precies. Je moet niet grof zijn om het grof zijn. Dat, je moet niet, weet je, op gevoelige situaties moet je geen grappen gaan maken. Dat moet je gewoon aanvoelen. Maar dat kan iedereen ook wel. Maar ik vind niet dat er onderwerpen zijn waarvan mensen zeggen, daar mag je geen grap over maken. Tuurlijk mag je daar grap over maken. Ik heb een discussie gehad met iemand over het woord kanker. Mag je daar grappen over maken? Toen heb ik op een gegeven moment tegen die persoon gezegd, ik mag een lied erover maken. Ik mag een gedicht erover maken. Ik mag er een kunstwerk over maken. Ik mag er een schilderij over maken. Maar ik mag er geen grap over maken. Terwijl een grap toch net zo'n soort kunstvorm is dan een lied, gedicht en alles. Het is kunst. Het enige verschil is dat een grap een andere emotie oproept. En dat is de reden dat ik het niet mag doen. Waarom mag dat niet? Het verzacht het onderwerp. Iedereen weet nog steeds. Er is niemand die grap hoort en denkt, oh ja, wacht, het valt allemaal wel mee. Nee, tuurlijk niet. Je onthoudt nog steeds de ernst van de zaak, maar dan kunnen we er tenminste mee lachen. Ik denk dat het juist, waar je daarmee, dan kunnen we tenminste lachen. Ja. En ik denk dat het de taak altijd door de eeuwen heen is geweest. Vroeger was het de clown, weet je, die, en daarvoor nog de nar. Dat het onze taak is om in klote situaties, noem maar nu een coronavirus, is het de taak van de comedian, de cabaretier, de komiek, om de lach te brengen. Maar wel hoe jij zegt met kopie erbij. Hij moet niet kwetsend zijn om te kwetsen. Nee. Maar mensen hebben dat wel in deze tijd nodig. We moeten er wel, we moeten nuance in kunnen brengen. Ik zal een voorbeeld noemen. Ik trapte daar een beetje in. En ergens zette het me ook aan het denken. Ik maakte op Facebook een grap van, als de mensen die aan het hamsteren zijn, zichzelf nou een beetje, dus dikke, vatsige mensen die roken, dus ongezonde mensen, als die nou zichzelf op rantsoen zetten in plaats van hamsteren, dan heeft elk na een beetje zo zijn voordeel. En dan kun je daar, die maak ik vanuit. Dat moet je, als je mij volgt op Facebook, dan weet je dat ik dat
dat een grap is. Ja. Nu reageert daar iemand op, een goede vriend van mij van. Hoe heet het? Lekker oordelend. Ja. En dan denk ik, en ik denk, fuck, hij heeft gelijk. Het is, want het, dat, ik heb daar erg over nagedacht. Het wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen die dik is, of flinker is, of overgewicht heeft, dat heeft, hoeft niet altijd met ongezond leven te maken te hebben. Maar ik heb ook zoiets van, maar je weet ook wat ik doe. Ja. Dus, maar moet ik dan als comedian daar dat gaan, hoe heet het, vertellen in die grap? Nee, ik mag toch wel van enige intelligentie uitgaan van, dit is een grap. Maar ja, dat is ook een nadeel van Facebook, omdat je op Facebook... We werken nu tegenwoordig dat de mens niet zo intelligent is. Nee, maar ja, je weet ook gewoon op Facebook, kunnen mensen dat niet altijd zien, maakt hij een grap of meent hij het echt? Dat is het lastige ook daaraan. Maar ja. Precies, het gesproken woord, dan heb je expressie erbij, ja. is lastiger. Want kijk, dat is hetzelfde als ik jou een... Sorry dat ik onderbreek, Floris, ik ben het ratelen. Nee, maar kijk, als ik jou een WhatsAppje stuur van... Hey man, alles goed? En dan stuur jij bijvoorbeeld terug... ik heb nu even geen tijd. Maar de ontvanger bepaalt, dus ik lees... Nee, nu even geen tijd. What the fuck? Ja, precies. Snap je? Maar dat, zo interpreteer ik het. Ja, terwijl jij het zo helemaal niet bedoelt. En inderdaad, ja. Je kan ook alle grappen maken op een podium, omdat mensen daar ook komen voor een comedyavond. En het wordt ook verkort als comedy. Ze weten, alles wat daar gezegd wordt, is een grap. Ja. En tuurlijk kan je daar ook echt wel serieuze dingen zeggen, maar je moet gewoon zeker op een podium overal grappen over kunnen maken. Dat is gewoon vind zo. Ik ook. Alleen ja... Ja, vind ik ook klaar. Het ligt allemaal heel gevoelig. Ik heb dat ook van iemand gehoord die zei van, hoe dichter je bij de Randstad komt, hoe meer je moet oppassen met wat je zegt. Ah, ik heb gewoon mijn mega, mega racistische grap. Ah, die wil ik horen. Hoe heet het? Ja. Ah, ik heb, luister, en, ik heb me ook al voorbereid. Dus als iemand zegt van, dit is, fucking dat is racistisch. Want ik heb deze grap in de fucking Bijlmer gespeeld. En jij was erbij met een zaal vol Surinamers. Dan maak het uit, Surinamers hebben het niet zo. Marokkanen, je weet toch, als je die Mac mixt, Surinamer en de Marokkaan, dan heb je een Maronamer, hè? Dat maakt niet uit. Dus het gaat erom. Ik woon in een achterstandswijk, dat heb je wel gezien. Ja, ja. Weet je? Echt in een achterbuurt en multiculti. En mijn zoontje heeft dan een nieuw vriendje en dat vriendje heet Mo. Ja. En Mo komt, dan komen ze spelen en als ze dan aan het spelen zijn, dan merk ik cultuurverschil. En daar stap ik even overeen over die grap. Maar het komt erop neer dat als Mo snel weggaat. Weet het, dan zeg ik altijd van, oh kom even hier, weet je, ik moet je even knuffelen. En dan op een gegeven moment, als Mo dan weggaat, dan vind ik wat, weet je. In plaats van dat het knuffelen, ga ik hem fouilleren. Ja. Dus oké, Mo, weet je, doe je voetjes maar uit elkaar, handjes, ja. Weet je. En dan komt er een potlood, een pennetje en een gummetje en een mes. Mes uit, weet ja, je. En maar... dan op die manier. En als dat is natuurlijk, kun je zeggen, dit is vreselijk racistisch. Maar dat is het niet, want wat je dan niet ziet, want dat is wat je niet ziet en merkt, is dat mijn zoontje is gewoon blank, multiculturrijk, Marokkaans vriendje, komt gewoon hier binnen spelen. Snap je? En ja. Dat is wat de mensen, wat ze dan niet zien. Maar dat is wel eigenlijk wat ik vertel, van kijk, multiculti, maar we moeten ook de humor erin zien, weet je? Dus echt het... Dat is het lastige. Mensen proberen... Ik heb delen weggelaten uit verhalen, omdat ik deze niet helemaal wilde vertellen. Maar... Ja, ik heb ook één keer gehad dat ik een stuk heb waarin ik een beetje de vegetarisch op de hak neem. En toen moest ik ergens spelen. En toen was er een vrouw op de eerste rij die zei dan... Heb je iets tegen vegetariërs of zo? En dat was helemaal op het einde van mijn set. Ik moest stoppen, want de headliner kwam eraan. Ik stond van, ja... Heb je iets tegen vegetariërs? Ik zei, ik heb niks tegen vegetariërs. Ik zei, ben jij vegetarisch? Ja, dus... Ik zeg, nou, ik ga morgen mijn gras maaien. Dus als je honger hebt, kom maar langs. Drinken moet je zelf meenemen, maar voor eten wordt gezorgd. Ja, dat dankjewel. Ja, precies. En dan het podium afgaan. Ja, het is vervelend dat er mensen zijn die denken dat je alles meent wat je op het podium zegt. Maar ja, dat is... Maar dat is het, hè? Dat is, Ik heb vaak zat dat ik... Nou, ik moet zeggen dat ik daarom soms ook lastig vind om te improviseren en om met mensen te gaan lullen. Omdat ik altijd zoiets heb van, ik kan nu wel die vrouw belachelijk gaan maken... Maar ik ben hier nog. Dus die vrouw, ik vind het dan lullig om mensen belachelijk te maken, terwijl ik weet, die ziet mij straks toch. En ik heb het daar met iemand over gehad en die zei van, ja, maar heel simpel, jij bent op het podium te gaan acteren. Als er in een film een acteur iemand neersteekt, dan zien die elkaar daarna toch ook gewoon weer. En ik van, ja, het is, dus ik moet ook mezelf steeds meer ontplooien om... Zoeken, hè, is dat. Ja. Wat jij zegt, kijk, en dat vind ik ook wel zo. Het is een act, hè, mensen.
Ja, precies. Weet je, en ja, ik vertel dingen, maar dat wil niet zeggen dat ik ze, weet je, dat ik ze altijd meen. Ik ben wel van mening dat als je shit meent en je krijgt het over je heen, dan moet je er ook voor staan, weet je. Dan moet je het ook kunnen verdedigen. Dan moet je niet denken, nee, ik bedoel het niet zo. Nee, precies, dan moet je het kunnen, dan you gotta own that shit, weet je. Ja, dat vind ik dan wel ook wel weer. Dat is ook zo, weet je. Als je nou grove dingen doet, dan moet je er ook achter staan. En dan moet je ook altijd je woordje klaar hebben voor het geval dat mensen gaan zeiken. En dat heb ik ook altijd. Ja. Als, inderdaad, wanneer ik die grap maak, begin met mijn kankergrap. En mensen komen daarna naar me toe, weet ik, vertel ik precies hetzelfde wat ik net heb verteld. En dan heb ik ze altijd, want het klopt gewoon wat ik zeg. Of nou ja, het klopt gewoon, dat is mijn mening, maar het is gewoon zo. Ik mag er wel een gedicht en noem heel de reut op deur maar op. Ja. Maar een grap zou dan niet mogen. Een grap mag ook. Alles, ja, ik vind ook dat eigenlijk alles moet kunnen. En dat je echt wel van enige intelligentie uit mag gaan. En anders, weet je wat, laatst zag ik ook weer een filmpje voorbij komen. Dat was geloof ik in Toomler. Daar ging ook wel iemand helemaal ballistisch tegen een comedian. Al ten eerste, kijk, die comedian ging er super goed mee om. Die wist zijn grappen te verdedigen. Ik snap zo'n heckler ook niet, weet je. Nee. Je verpest het voor iedereen. Kom dan na de show. Als je boos bent, kom na de show naar me toe en zeg... Hey, kan ik je even over die grap aanspreken? Kan ik je in alle rust... Ja. Maar eigenlijk fucking kill je de hele avond. Moet je nagaan hoe groot ego je hebt. Het ligt eraan, want je hebt die filmpjes op YouTube van mensen die een heckler kapot maken. Dat vind ik ook heerlijk. Ja. Ik heb één keer, dat vond ik mooi. Dat was inderdaad een filmpje. Ja, maar ze verdienen het, die hecklers. Ja, nou sorry, misschien dat ik zo'n naam heb. Susgen Gulek of... Ja, het is een gast die is echt sinds korte tijd zit hij nog maar aan de comedy train bij Toomler. Mm-hmm. Op een gegeven moment had hij dat er een vrouw was. En die vrouw die op een gegeven moment die was helemaal aan het zeiken. Ging hij, wat is er? En toen zei die vrouw, ja, disrespect. En toen zei hij, disrespect? Ik vind je mij respectloos. Ik ben helemaal niet respectloos. Kankerhoer. Ja, dat vind ik geweldig. Ja. Dan, ik vind het zo mooi om inderdaad als gewoon mensen hecklers kapot maken. Ja. Maar ze verdienen het inderdaad ook gewoon. Ik kan dit blijven vertellen, jongen. Er was een keer een show in Putten. Ik weet niet of je hem kent of je hem alles met hem hebt gespeeld. Reinier Meijer, ook een geweldige comedian. Erg fantastisch. Nee. Er was een vent in Putten en dat was een hele goede show. Daar hangt die poster ook. Daarom heb ik die poster hier ook hangen, jongen. Ik zweer het. En die vent die was aan het hekkelen en het hekkelen. En die bleef maar doorgaan. En Reinier bleef rustig, weet je. Die bleef, was gewoon headline. Bleef shit spelen. Mm-hmm. En op een gegeven moment was hij er echt klaar mee. Maar die, weet je wel, die vent had gewoon gedronken. Ja, en die zei van, tuurlijk. En nou ga ik jou helemaal kapot maken. Ja, dan doe je het goed. Hij maakt hem ook helemaal kapot. Einde van de avond, die werd de politie opgepakt. Die echt? Echt, ja, daar door het dorp auto's lopen vernielen in zijn huis, brandstichting, noem maar op. Ja, dan ben je echt kapot gemaakt. Putten de jekste. Ja. Ja, man. Ja, maar... Ze hadden weer een nieuwe put als een moordzaak. Een vermoordzaak, denk ik dan. Ja, maar het is überhaupt gewoon het verschil tussen theater en cafeetjes vind ik ook gewoon geweldig. Ja. Ik had inderdaad die show in Wijchen die helemaal kut ging. Ik ben ook nog nooit zo massaal genegeerd door het publiek. Dat was ook mooi. Ik stond daar, ik liep gewoon door de mensen heen en iedereen keek me echt zo... Nee, de weg. En dat is wel moeilijk. Maar ik vind het wel... Het is fijn, omdat je gewoon in het theater heb je alle ruimte. Bijvoorbeeld toen ik inderdaad in Goorsel speelde met Arjen Evert. Ik was die avond niet zo lekker. Gewoon, ik had een beetje buikpijn, een beetje hoofdpijn. En op een gegeven moment, dan kan ik gewoon naar de fucking andere kant van het theater toe. En dan kan ik daar gewoon op een bank gaan liggen. En dan kan ik gewoon, weet je, dan heb ik een beetje een soort van... Ik heb geen ritueel voor een show. Ik weet niet of jij dat wel hebt, maar... Nee. Dat ik in ieder geval Het ritueel is dat ik fucking zenuwachtig ben. Ja, ben je zenuwachtig? Vreselijk. En als ik er eenmaal sta, is het... Heb je hem? Goed. Nee. Coronavlieg. Stromvlieg. Stromvlieg. Kijk als je geen wc-papier koopt, hè? Nee. Precies, ja. Dit is toch heerlijk. Ja. Nee, is heerlijk. Ik heb ook, nou ja, wat ik alleen heb, kijk, ik ben nooit zenuwachtig voor een optreden, echt nooit. Hoe kan dat? Dat is jeugd, jongen. Ik heb er gewoon zin in. Ik heb er gewoon fucking veel zin in. Vertrouwen in je materiaal. Dat nou niet eens. Sterker nog, als ik een beetje nerveus ben, ik ben op een dag van optreden echt wel dat ik iets voel, is juist omdat ik niet zeker ben over mijn materiaal. Maar ik heb er altijd gewoon zin in. Dus ik sta ook, als ik er de plek voor heb, in theater sta ik altijd, weet je, dan heb je achter de coulissen altijd een hele gang, ja, langs alle kleedkamers. Ik ben aan het sprinten, omdat ik weet, als ik daar niet ga sprinten,
en ik met die energie het podium op ga, dan speel ik een set van een kwartier in 3 minuten. Dan sta ik... Dus je probeert al wat energie te temperen. Ik probeer gewoon daar mijn energie, want doordat ik aan het rennen ben en aan het springen ben, krijg ik wel heel veel adrenaline, waardoor ik er wel met kracht sta en ik heb er zin in. Maar ik raak mijn energie wel kwijt, dat ik daar wel rustig mijn ding kan doen. Ik raak mijn energie kwijt tijdens het spelen, als de eerste 2-3 grappen... vallen. Maar ja. Wat ik bijvoorbeeld, nou wat ik de laatste keer was, daarom was mijn laatste optreden in de Bijlmer was gewoon belangrijk, want ik had een bepaald doel. Het doel was, oké, oude materiaal wat ik weggeflikkerd had, ik ga leuke materiaal spelen, en als het gewoon lekker gaat, dan wil ik, wat ik het leukste vind om te doen, is gewoon met publiek kutten. Ja. En daar had ik tijd voor. En ik had het opgenomen, ik heb het teruggekeken, en dat was super moeilijk zaaltje hoor, allemaal oudere mensen, allemaal Surinaamse mensen, en hoe heet het? Ja, ik ben... Ja, het was een wijkcentrum. Oh. Gewoon stoelen in een zaal. Ja, het is een wijkcentrum, mij. Ja, maar dat is televisie erbij, laat, alles, jongen. Man. Wanneer je een zaal hebt dat zeg maar niet een goede zaal is. Ja, en maar dat kun jij als comedian, dat kun je ervan maken. Zeker. En ik heb echt op een gegeven moment, ik ben gewoon het hele publiek afgegaan. Nou, en ik hoef me te benoemen wat er zit. Er zit gewoon een dikke man met een gouden tand. Nou, dan gaan we het daarover hebben. Ja. Ja, die valt gewoon in slaap. Nou, geef hem een applaus, al 10 minuten wakker nu. Dit? Ja. Weet je wat, let op. Ik, een van mijn, zeg maar... Nou, ik wil niet zeggen specialiteit, maar iets wat ik heel leuk vind om te doen, is om roastgedichten te schrijven. Dus gewoon, weet je, dat roast, je per persoon 4 regels waarin iemand gewoon even kapot maakt. Ja. Heb ik gedaan voor mijn klas toen ik ben gestopt met mijn studie. Heb ik gedaan voor mijn moeder, heb ik gedaan voor mijn vader. Heb ik voor heel veel iedereen mensen. Iedereen die je lief hebt. Ja, gewoon, nee, maar echt. Ja, we roast the ones we love. You only roast the ones you love. Juist. Toen had ik dus een show in Breda vorige week, waar maar 9 man in de zaal zat. Ik zei ook, jongen, van fijn dat jullie er nog allemaal zijn, want als één van jullie was vertrokken, dan waren de comedians in de meerderheid. Maar dus wat had ik gedaan? Weet je, je bent met 9 man publiek, dus iedereen was ook al aan bod gekomen. Ze had de MC, Raymond Hofkens, die had al met iedereen gepraat. Ik dacht, nou weet je, dan kan ik nu ook gewoon mijn, ja. Dus wat heb ik gedaan? Ik moest als laatste, ik was headliner. Ik heb mijn boekje gepakt, ik heb mezelf apart genomen en ik ben een roastgedicht gaan schrijven waarin ik iedereen in het publiek op de hak nam. Dus er zaten 3 jongens achterin, waarvan er 2 bezet waren en eentje alleen. Joh, ik heb gezegd dat ze een boyband waren en dat ze sowieso vanavond met elkaar in bed liggen. Er was een man, een oude man. Ik zei van ja, waarom kijk je zo boos? Zeker omdat je weet dat als ik 1 keer in je gezicht keur, dat je dood bent. En er zaten 3 vrouwen in de zaal, 2 jonge vrouwen en een oude vrouw. En Raymond zei heel de tijd over die 2 jonge vrouwen, 2 knappe vrouwen. Dus ik zei van ja, jammer dat iedere keer wanneer Raymond die 2 jonge vrouwen knap noemt, dat zij er zit van ja, en ik dan. En zo inderdaad gewoon iedereen stuk voor stuk op de hak dat nemen. Is inderdaad ook een mini-roos. Dat is eigenlijk een beetje wat ik in het Bijlmer heb gedaan. Ja, dat is super. Ook even gewoon iedereen erbij. Er zat ook een flinkere dame, weet je. Dan doe je het ter plek. Maar ik had inderdaad van tevoren geschreven, ook echt met een boekje. Dus alles. Netje, en dan merk je inderdaad gewoon van, weet je, hij heeft het voorbereid. En dan, ja, je hebt tijd in hen gestoken. Ja, en dat wordt gewoon dat gewaardeerd. Dat vind ik het leukste. En veel comedians die zouden zeggen, hij heeft gewoon grap op zijn podium op papier. Nee, lul. Hij heeft iets opgeschreven. Precies. Waarmee die hen, die betaald hebben voor deze avond, gaat vermaken. Ja. En hij engaged ermee, weet je. Dat is gewoon belangrijk. Precies. En dat moet je ook gewoon blijven doen. Ik merk gewoon alles wat zeg maar exclusief is voor het publiek waar je bent, vinden ze leuk. Als je grap maakt over de stad, als je grap maakt over mensen, als je grap maakt over dingen die je ziet. Wat je ziet. Want iedereen ziet het. Precies, dus dan kan je... Ik had bijvoorbeeld ook een show in Den Bosch en daar zaten hele grote ramen in. En ik keek naar buiten en ik zag gewoon 2 mensen buiten staan die gewoon van buiten af naar binnen aan het kijken waren. En die stonden zo, wat gebeurt daar dan? En ik zeg tegen heel die zaal van, jongens, kijk, die mensen, die kunnen niet binnen, die hebben geen kaartjes. Kom, we gaan even met z'n allen naar ze zwaaien. En dat is grappig, want die mensen die zien dat inderdaad. En die mensen buiten denken, wat de fuck, in één keer zwaait iedereen naar mij. Wij speelden een keer en dan moet ik... Ik moet daar aan Chris denken, aan Chris van de Ende, omdat we een keer in, wat jij dan vertelt, de hele kroeg, zeg maar, Chris was al bijna een half uur aan het spelen. Dat ging zo lekker in Kerkrade. Mm-hmm. En op een gegeven moment wilde hij het soort van afronden. Hij is bezig en dan komt, je moet nagaan, Chris staat met naar het publiek te kijken en het publiek ziet buiten een dwerg aankomen. God. Oh. En maar Chris ziet natuurlijk de reactie van het publiek en wat. En die ziet... En ik hoop niet dat hij hier naar binnen komt. Ik hoop eigenlijk dat hij wel dat hij hier naar binnen komt. En hij komt... Ja! En het publiek moest natuurlijk al lachen alleen al omdat hij binnenkwam. Hij heeft nog een kwartier gespeeld. Ja, maar dat is... Fantastisch, dat is echt. Ik heb ook 1 keer... Oh, dat was ook erg. Ik moest in Breda spelen, wel erg.
En er zat een gast daar. Ik zweer het je. Dat was gewoon Prins Harry. Die gast leek er één op één op. Dus ik ben aan het spelen. En ik zie die gast. En ik denk, fuck, dat is hem. Of hij lijkt erop. En toen zat ik midden in de opbouw naar een grap toe. En toen dacht ik, oké, Floris, hou jezelf in. Maak je grap af. En dan zometeen benoem je hem. Dus ik moest echt inhouden. Dus ik heb die grap gewoon afgerast. En denk ik, fucking hell, Prins Harry is er. En iedereen die ziet dat. En die herkent het. En die moet lachen. En het was... Dat is zo leuk inderdaad, als je gewoon dingen eruit pikt die het publiek dan ook kan zien. Ja. Dat is echt top. Dat, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je, oh, dat je, hoe heet het? Op het moment er wat mee kunt doen, ad hoc, weet je, improviseren. Ik denk dat dat... ja, het is lastig. Het grappen maken en het is één deel van het vak. Maar ik denk altijd dat met improvisatie is het andere deel van het, ja, van het vak. En daar kun je helemaal mee op dreef raken. Ik ben zo blij, ik had echt last... Van podiumroest merkte ik het. Weet je, het tempo zoals eruit, dat is het. En daarom had ik die oude grappen weg, of die grappen weggelaten. Ja. En nu merkte ik gewoon, doordat ik met het publiek dingen kon doen, de laatste keer in de Bijlmer, had ik gewoon van, nou ben ik weer eens, ben ik mezelf, ja, en ouwe hoeren met die lui. Het is eruit. Ja. Eindelijk. Maar dat is ook nodig. Ben je weer terug, kinderbak, weet je, zijn we er weer. Maar dat, ik merk inderdaad, ik moet op een paar, ik heb al een keer gehad dat ik dan, een paar keer slecht had gespeeld. En dan weet ik gewoon, ik moet het vanavond goed doen. Als ik het vanavond niet goed doe, dan krijg ik er zelf ook geen zin meer in. Nice. Dat is ook serieus de reden dat ik ben overgestapt vrijwel naar stand-up. Omdat ik had heel lang echt voor mezelf de droom, weet je, ik ga cabaret doen. En ik wil gewoon avondvullende voorstellingen maken. En tot op een gegeven moment heb ik een coaching gehad van een coach. En die heeft mij, ja... met de grond toe gelijk gemaakt. En die heeft eigenlijk heel mijn programma bekritiseerd. En niks was goed. En toen die avond is voor mij heel de cabaretdroom weggegaan. En ik ben me nu alleen nog aan het richten op stand-up. Maar, wat ik heb begrepen met de Pux Talent Award... heb je nu begeleiding gekregen? Of mag je van... Mag je een avondvullende show schrijven? Klopt. Met eventuele begeleiding? Klopt. Maar ik ga precies hetzelfde doen als de winnaar van vorig jaar. Hidde van Gestel. Heeft hij mij ook geadviseerd. Ja? Van... ja, heel simpel. Waarom zou ik nu een avondvullende voorstelling willen doen? Ik kan, weet je, ik heb nu een half uur aan strak materiaal. Ik kan er wel een uur bij gaan schrijven in een paar weken. Prima. Mm-hmm. Maar dan heb ik gewoon een slecht programma. En ik wil kwaliteit boven kwantiteit zetten. Dus ik kan er wel binnen een jaar een avondvullende voorstelling gaan maken. Maar dan heb ik een voorstelling van niks. Dus wat de Hidde ook zei. Hij gaat nu gewoon op zijn gemakje ervoor zorgen dat hij gewoon lekker materiaal aan het schrijven is. En als hij merkt, hey, verrek, ik heb een show... Dan maakt hij die show af. En dan klopt hij over een paar jaar een keer aan bij Puk. Van, hey, ik kreeg nog van jullie een avondvullende voorstelling. Oké, die blijft gewoon staan, zeg maar. Dat mag gewoon... Ja, want het is inderdaad, je moet er zelf gewoon mee aankomen van... Hey, ik wil mijn avondvullende gaan doen. Want je kan iemand niet... Dat is ook Tim van der Sluis. Dat is de persoon die nu van TC Management, waar ik nu bij zit. Die heeft ook gewoon gezegd van... Ja, het is ook een beetje een kutprijs. Ja, nou, het is heel leuk, maar ja, je bent klaar. En dan moet je in één keer avondvullend gaan doen. Joh, je bent, als je dit hebt gewonnen, het is een vrij laagdrempelig festival, ben je nog helemaal niet klaar voor avondvullend, joh. Ja. Dat moet je ook helemaal niet willen. En je merkt ook, weet je, iemand die Leidse Cabaret Festival wint, die is echt niet een week daarna al avondvullend aan het doen. Dat duurt meestal één of twee jaar. Nee, je hoort ook vaak dat het meer een beetje als een vloek werkt, als je zo'n groot festival hebt. Mensen verwachten iets van je. Ja. Dus dat is het lastige eraan. Weet je, ik vind het heel tof dat ik heb gewonnen. En het heeft heel veel deuren voor me open. Maar de daadwerkelijke prijs, een avondvullende voorstelling, ga ik nu nog niet doen. Nee, slim. Ik denk dat je ook gewoon lekker moet blijven spelen. Ja, want, spelen nu. Precies, want ik weet het. Weet je, als ik Huis van Puk ga spelen, dan krijg ik ook heel ander publiek dan het stand-up publiek. Ja. Want Huis van Puk is gewoon een theatertje voor kleinkunst en podiumkunsten. Ja. En daar komt niet het stand-up publiek op af. Dus de vraag is ook, wil ik, als ik me verder ga focussen op stand-up, überhaupt wel in Puk spelen? Ja, het zijn allemaal dingen om over na te denken, jongen. Het is lastig, inderdaad. Ja. Het is moeilijk. Maar ja, aan de andere kant, weet je, het is top dat ik heb gewonnen. Dat is echt, het heeft zoveel, ik kan nu spelen waar, nou ja, spelen waar ik wil. Maar dat is het, zit natuurlijk in een pool. Helaas nu dan, hoe heet het, door het coronavirus. Maar kijk, jij zou... Er zijn gigs voor jou geregeld waar je shit kunt... Ik zou in maart en april 25 optredens hebben. Tering, dat is de droom, zeg maar, van iedere... En dat is allemaal weg. Want, weet je,
alles is nu afgezegd tot en met 6 april. Maar ik ga jou één ding vertellen. 6 april is het niet weg. Ze hadden eerst ook tot 1 april. Toen hoopte ik nog, weet je, het is tot 1 april. En dan komt de Chinees aan. Haha, glapje, glapje. Corona was glapje. 1 april, leeuw. Maar nee, dat is gewoon niet zo. Nee, dit gaat zeker nog wel tot de zomer, denk ik. Nou ja, ik verwacht inderdaad dat het... toevallig wat mijn vader gisteren zei... en dat ben ik op zich wel mee eens. Ik denk dat we morgen in lockdown gaan. Dat denk ik echt. Dat het morgen is... jongens, we gaan in lockdown. Want zeker als je ziet... Dat gisteren, zijn we zelf schuld. En misschien verdienen we dat een beetje. Dat gisteren iedereen in yoga les... en door het park en flikkert erop, man. Blijf gewoon thuis. En nogmaals, ik moet niks zeggen... want ik zit ook hier, maar... Ja, maar dat is... Kijk, het moet... We zitten hier met z'n vieren in het totaal. Dus, juist. En we zitten allemaal op gepaste afstand. En waar het zich ook om gaat... je moet met gezond verstand ermee omgaan. Kijk, mijn moeder is COPD-patiënt. Mm-hmm. Mijn zoontje, die komt morgen naar mij, die gaat daar niet naartoe. Nee. Ik ga daar niet naartoe. Mijn vader is 86. Ik blijf daarbij uit de buurt. Het is kut, maar... Snap je? En iedereen krijgt een keer in zijn leven het coronavirus. Hè? Dat zijn allemaal dingen wat mensen weer allemaal niet weten. Wat ze op het nieuws allemaal niet vertellen. Weet je? Dus, het is heel lastig. Maar ja, ik verwacht inderdaad dat we waarschijnlijk inderdaad morgen in lockdown gaan. Dat verwacht ik. En dat het rond 10 mei afgelopen is. Dus het zou top zijn, want er wordt 11 mei de grote bevrijdingsdag. En dan ben ik jarig. Ah, 11 mei jarig. Ja, maar dus, moet je nagaan. Dan wordt doodherdenking denk ik ook anders dit jaar. Ja. Het is toch al stil. Dan komt gewoon in één keer een gras de dood op met een trompet. En op bevrijdingsdag zeggen van oké, einde lockdown. Ja. Het zou wel top zijn. Ja. Oh, jongen. Te slecht, hoor. Ja. Oh, nee, maar inderdaad. Dat zijn allemaal dingen waar ik nu over denk. Joh, hoe gaat dat? Ja, alles wordt afgelast. Formule 1. Nou, het is wel mooi, goed nieuws. Songfestival gaat ook niet door. Dat is ideaal. Ja. Het is wel zonde. We zijn als Nederland hebben we dat binnengehengeld. En dan mogen we het organiseren. En dan wordt het afgelast. Ja. Ja. Ja, maar... Het is jammer, inderdaad. Nou, ik moet wel zeggen... Laat wel zien hoe erg wij mensen... hoe heet het? Niet meer... hoe naïef wij zijn en hoe spiritueel eigenlijk... niet meer met elkaar verbonden zijn. Nee. En dat vind ik echt... Dat zo'n virus legt dat nu bloot. Nou, het enige wat ik wel relaxed vond aan het feit dat je thuis moest blijven... is ik zou mijn eerste show van de Cabaretpool zou in Spijk zijn... Dus ik had opgezocht, Spijk ligt net boven Utrecht. Ik dacht net bij Spijkernissen. Ja, maar... nee, ligt net boven Utrecht. Dus ik krijg een paar dagen voor die show, krijg ik het adres binnen. Dus ik zoek op, blijkt er dus dat er nog een stad is die ook Spijk heet, in Noordoost-Groningen. 3 uur rijden. Dus ik dacht, fuck, hoe ga ik dat doen? En toen werd het afgezegd. Vanwege het coronavirus. En toen dacht ik van, het is jammer, want heel veel optreden worden weggezegd, maar het ging toch wel een beetje dat ik denk van, yes, ik hoef niet naar Groningen. Ja. Ik hoef niet 3 uur, dan zou ik gewoon 6 uur in een auto gezeten. Ja. Ik zei ook, dat ga ik fysiek gewoon niet trekken. Dan ga ik gewoon dood. Ik had nu wel wat leuke gigs, hoor, staan. Ja, ik ook. Deze ik had heel en veel. 14 mei en 25 april had ik echt... Ik had leuke, echt leuke gigs staan. En, ik zou inderdaad... er zijn heel veel toffe plekken die allemaal niet doorgaan. Dus ik hoop dat een grote deel allemaal verplaatst wordt of wordt ingehaald. Ja. Maar ik ben er bang voor. Ik hoop dat we niet in lockdown gaan. Hoe lang zijn we al aan het podcasten, Michel? Uurtje. Lekker, gaan lekker. Ik vind het top. Ja, zeker. Ik denk dat we de 24 uur editie gaan doen. Nee, ja, als het dan toch lockdown is. Maar nog steeds geen kijkersvragen. Zijn er überhaupt mensen aan het kijken? Zijn er mensen aan het kijken? Ik denk dat mensen nou te druk bezig zijn met... Wat? Drie kijkers. Mocht je als kijker een vraag hebben, stel maar, hè, wij gaan er gewoon op in. Deze keer is interactief. Pak je tweede scherm erbij, de Kinderbak app. Misschien moet ik dat gaan doen. Ik heb er wel over nagedacht. Om gewoon een podcast, een soort van de grote corona podcast te gaan doen. Ik ben er wel mee bezig. Ik heb wat mensen, met mondkapjes. Precies. Dat dus. Heeft iedereen het meegekregen? Precies. Nee, maar ik heb... waarom niet, mensen? En ja, mensen, je moet toch iets te doen hebben. Op een normale manier op ik kijk nemen. Bijvoorbeeld nu... niet iedere dag. Maar er is een YouTuber, Giel van Stuk TV.
En die doet dus iedere keer, heel veel kinderen doen het bij mij, ik vind het ook best grappig, die doet dus iedere keer iets best leuk. Weet je, als je live gaat op Instagram, dan kan je met andere mensen live gaan. Zullen we live gaan nu op Instagram? Ja, gaan we. Zal ik mijn telefoon ook neerknallen? Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik ben nooit live gegaan op Instagram. Dus het is... Zal ik dan even mijn telefoon gewoon daar neerknallen? Of dat ik het... Hoe doe je dat? Even kijken, hoe werkt dit? Kan ik even mijn... Ja, zeker, doe maar. Ga gewoon live kijken of er mensen zijn die met jou op de... Kijken, hoor. Werkt dit zo? Ziet dit er goed uit? Als ik het zo doe? Ah, dat is... Wacht, dan sta jij er niet op. Zo? Of zal ik het gewoon... Nee, doe maar gewoon naar jou. Doe maar gewoon naar jou. Wacht, nee, ja, jij moet er ook op staan, jongen. Moeten we deze, anders haal ik die stoel weg. Kijk, ja, dit is top. Ja? Oké. Okay. Ja, dit boom. Is ik nu zo... Maar nou kun je het niet lezen. Weet je wat je wel trouwens kan doen? Jij kan jouw telefoon verbinden met de tv. Ja. Maar goed, voordat we daar weer een uur mee bezig zijn. Ja, maar die doet dus, die gaat dus iedere week, iedere dag om 1 uur gaat hij live. En dan doet hij een superleuk spel. Dan zegt hij, jullie moeten nu op zoek gaan naar een krasan. En de eerste die een croissant heeft, zeg in de chat, ik heb nu een croissant in mijn handen en dan ga ik live met jou. En dan moet je laten zien, heb je het niet? Hij zegt, je moet het gelijk laten zien. Heb je het niet? Dan flikker ik je er ook gewoon gelijk uit. Ja, dus dat is een superleuk spel. Die zegt, oké, ik wil nu iemand met een Indianentooi op zijn hoofd. En dan zitten er dus gewoon thuis 3000 kinderen. Mam, waar is mijn Indianentooi? Ik vind hem wel leuk. Het is superleuk. En dan, weet je, hij is dan echt zo'n bekende YouTuber. Dus daarom dat mensen graag met hem live willen, want dan kunnen ze een screenshot maken en dan ben je met hem op de foto. Dus het is super grappig. Die vliegen, je moet hem pakken. Ja, we moeten hem echt... Dus het is echt grappig. Dat is gewoon, wij praten te veel poep. Ja. Als er vragen binnenkomen via Instagram... Oh, kijk je, die hebben behoorlijk wat. Zo. Volgens mij zijn behoorlijk wat mensen bezig. Hoeveel? 11 mensen. Wacht, ik zet er even bij dat mensen vragen kunnen stellen. Nee, en dan moet jij ze maar roepen. Pak gewoon je telefoon en... Nee, ik zet hem hier neer en dan kan hij wel de vragen roepen. Pak mijn telefoon maar. Oh ja, dat is goed. Maar weet je wat is? Dan kan ik even pissen. Ja, dat is gewoon zo. Dus ik ben gewoon ei. Dus ja, Floris, vermaak die mensen even. Ja. Ja, doe je goddamn job. Ja, of laat even iemand anders aan tafel komen, joh, doen we dat. Ik ga er weer bij zitten. Ja, dus Ken gaat nu naar de wc, we gaan pissen. Zou ik gewoon vertellen waar we een beetje... Er staat hier ook allemaal spullen op tafel. Ik ga dit gewoon eens opzetten. Kijken wat er nu gebeurt. Worden er al vragen? Nee, worden er nog geen vragen gesteld. Wat is dit überhaupt? Dit is een gasmasker. Zal ik hem eens opzetten? Ga eens kijken wat er gaat gebeuren. Dit past helemaal niet, joh. Dan moet ik die koptelefoon afzetten. Dat ga ik eens doen. Kijken wat er gebeurt als ik die koptelefoon afzet. Oké, kun je nu... Ja, dit is wel lekker ding dit. Het is wel, ja, het is wel fashion, denk ik. het heeft wel iets. Het is wel leuk, toch? Dit is wel top. Ik vind het wel, het is goed, toch? Het is mooi. Ik ga nu ook gewoon wachten totdat Ken terugkomt. En dan kijk ik kan, als ik adem mezelf in. Veel graag, ik adem en ik adem helemaal mezelf in. Wordt er een vraag gesteld. Is er gasgeur gekomen, Floris? Een soort van. Maar Ken is nu naar de wc, dus er zal straks heel veel gas vrijkomen. Dus dit is puur preventief. Het is puur preventief in het geval dat Ken... Ja, dan komt hij aan. Nu heb ik hem nodig. Wat geweld dat. Stel, kijk, dan komt hij wollen. Die wc wollen. Komt nu naar me toe. En nu heb ik hem het neus nodig. Ga ik als... Vergeet je mic niet. Weet niet dat je normaal bent. Ik heb gelukkig dat masker is helemaal ontsmet, zeg maar. Dus, nu is hij nu. Nee, nu is nu kan niemand hem meer opdoen, zeg maar. Nu, zeg maar. Kijk uit voor je headset. Oh, die zit er ook nog, of niet? Ja. Ik hoorde het al. Ik denk, ja, die heeft dat CBRN-masker opgezet. Die heeft of dat gasmasker opgezet, of Batman in zijn reet geduwd. Ja, dat, precies. Even kijken. Had jij op je Insta, ja? Ik ben nu aan het kijken, maar er worden nog geen vragen. Oh, hij is vastgelopen. Oh, mijn telefoon is bijna leeg. Dat is ook handig. Nou, close, zo. Oh ja, nu doet hij het weer. Doet hij het weer. Ja, is iedereen weg. Nu is iedereen weg, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Ik weet helemaal niet hoe dat live gaan werken, man. Moet ik het doen? Ik snap er allemaal geen reet van, man. Ik zal het even... Je moet gewoon hier zo, naar je story. En dan... Oh, wacht. Even ding toevoegen. En dan... story. Hij wil niet. En dan klik je gewoon hier zo. En nu ben je live. Dus ja. Oh, moet ik hem nou omdraaien of wat? Ja, wat je wil. Als je mij wil zien of als je jou wil zien. Ja. Dan werkt het als het goed is. Ja, dus ik heb hier ook zeg maar onze live video. Dus hey, kijk, en dat ben ik. Okay. Dat ben jij. Tweede Hans kijkt mee. Ja, dat is een dienstmaatje. Ja, dienstmaatje? Heb jij in het leger gezeten? Ja, man. Serieus? Hoe lang? Nou, dus fit kijk mee. 25 jaar. Ik zit nou nog. Ik ga Defensie verlaten. Oh, echt? Maar wat doe je daar? We gaan jouw bokaal gebruiken, man. Oh ja, dat is een goeie. Heeft hij nog nut? Dat is goed, inderdaad. Maar heb jij bij Defensie... Wat doe je bij Defensie? Even terug. Ze zijn het lachen. Ik heb van alles gedaan. Eigenlijk infanterie, zandhazen. En de laatste 2 jaar heb ik bij de genie gewerkt. Eigenlijk deed ik wat chemische, radiologische, biologische en nucleaire verkenningen. Ja. Dus daarom ik zei in het begin. Ik heb misschien wel een klein beetje... Ja, beetje verstand maar wat een apparaat over, dit ook, jongen. Ja, man. Maar er gaan allemaal nieuwe maskers komen en zo. En het is gewoon nog een oud ding. Maar ik dacht onder het mom van corona dat we... ik vind hem er. Hij staat er goed bij. Hoort hij wel erbij? Dat... Beetje thema. Wacht, iemand zegt wat. Iemand zegt wat. Wat wordt er gezegd? Ah, gaat het over corona? Maar ik heb er nog niks over gehoord. Dat is een hele goede tip. Ja, dus we gaan verder. Defensie, ja. Dus ik ga Defensie verlaten. Ik zit nu in een reïntegratietraject. Dus ik heb PTSS. Dus ik heb genoeg materiaal om over te schrijven. Posttraumatische stress. Ik heb eigenlijk wat klachten. Maar dat is niet echt... er zijn collega's van mij en oud-collega's... die hebben het zwaarder als dat ik heb. Ik heb eigenlijk meer... ik kan heel erg schrikken. Ja. Dus wat voor mij heel lastig is... is bijvoorbeeld de dagen na oud opnieuw toe. Oh, Beginnen te knallen, dat is voor mij lastig. Dan schrik je gewoon kapot als er een knal komt. Ja, dan lig ik nog net niet onder. Dan lig ik nog net niet onder de tafel, weet je, dat is rot. Even kijken. Ja, worden er eigenlijk nog. Nee, ja, ik heb wel wat kijkers. Ik heb twee kijkers. En dat is. Waarvan wat eentje grappig. Is deze telefoon en de andere geen idee. Ja, daar komen wat mensen bij. Wat leuk, dus, man. Het is de eerste fucking primeur, man. Ja, Ik neem heel de podcast over. Leuk, man. Moeten we wel zeggen waar we naar ze kijken? Boe, schrik. Nou, de Spit die zit hier. Laat dat grappen maken maar aan ons over. Ja. Nout. Wat verdomme. Maar je moet dat echt, wat ik net zei, gewoon een uitdaging voor jezelf om grappen te schrijven. Dat is echt lachen. Gewoon inderdaad, wat ik zei, met steeds minder woorden grappen maken. Ja, dat vond ik echt een goeie. Ja, dat heeft Jimmy Carr ook gedaan. En toen kwam het op een gegeven moment met de 2 woorden grap Lilliputters tekort. En ik heb met 2 woorden kunnen bedenken elektriciens overspannen. En dat het zijn, je krijgt wel rete flauwe grappen. Of weet je, met 3 woorden had ik cursus metaalbewerking afgelast. En McDonald's negeert burgerinitiatief. Nou begin ik echt, nee, daar zit een hele goede... Ja, gewoon hele cynische news headlines eigenlijk. Ja, maar daar zou ik mezelf weer de uitdaging in zoeken. Om van meerdere krantenkoppen... Een leuke krantenkop te maken. Nou, ze hebben dus gewoon... Er is echt een keer een krantenkop geweest. Volgens mij was het in Den Bosch. Ja. Van leraar springt van dak, politie vangt leerlingen op. Ik denk van, als je dat bedenkt... Ja. Hoe kan je bij jezelf bedenken van... Ja, dit is de manier waarop we het moeten doen. Ja, dat klopt. Ja, ik sta er ook vaak van te kijken, jongen. Dat is echt idioot. Dat soort krantenkoppen, die plaats ik ook wel. Dan denk ik van, ja... Dat kan niet. Of verkeerde foto's of zo, weet je. Ja. Verkeerde personen. Dan denk ik, daar is dus niemand bij een krant die dit al jaren doen. Is er dus blijkbaar niemand die even... let op, voordat ik iets... Dan wil ik toch even dat het gecheckt wordt. Als ik een stuk gemaakt heb of geschreven van... Hey, klopt dit? Kijk er even na. Ja, doen maar ze dat daar is... gewoon niet. Hey, ja, oké, okay, prima, ik had, Superman. En dan een foto van Batman. Dat is helemaal erg inderdaad. Ik had een interview met de Gelderlander... En op een gegeven moment over mijn optreden in Wijchen, die nog moest komen. Mijn oma woont in Wijchen. Dus ik had op een gegeven moment dingen over mijn oma gezegd. Die is 91. En ik had gezegd van, ja, weet je, ze komt niet naar het optreden... omdat ik niet wil hebben dat ze eigenlijk dingen niet begrijpt. Want bij Let's Make zitten ook Engelstalige comedians. Heeft de krant het dus zo opgeschreven... alsof het lijkt dat ik zeg van, ja, nee, mijn oma mag niet komen... want die snapt het toch niet.
Word ik de dag opgebeld door mijn oma? Denk je dat ik dement ben? Denk je? Ik zeg nee, oma. Ook al zeggen jij zo, wrong number, Ik zeg nee. Ik leg het even uit. Rustig. Ja, dat was... Ja, dus ik moet wel echt oppassen, merk ik. Zeker als ik een interview heb met wat ik zeg. Dus ik heb nu in totaal 3 of 4 krantartikelen zijn er nu over mij geweest. Ja. En dan staat er altijd wel iets in dat ik denk van... Oh, dat had ik eigenlijk niet moeten zeggen. Welk krantartikel zoeken? Laten we eens een erbij zoeken. Ik wil eigenlijk... Hey, mensen op Facebook... Eigenlijk willen jullie vragen om te kijken op het kanaal. En dan kunnen we interactief zijn. Dat is wat makkelijker. Dan kan Michel wat vragen eruit halen en zo. Of dan kunnen jullie daar ouwe hoeren, weet ik veel. Ik zal die van mij even stopzetten. Dit is best... Ik merk dat het lastig is in zo'n gesprek. Maar jullie hebben in ieder geval even live mee mogen kijken tijdens de live. Het was gezellig. Volgende keer bij ons. En, Dus even kijken, Michel, Herba Ritchie, hey, Herba Ritchie, Daniel, hoi Daniel, Jonathan, yes. Kijk mee, Nout is fit, even kijken, ik leuk, had 27 man. Kijkers. Debbie Logiston, Miss Mars, Slag Romy, leuk man, Lonely Little Siren. Moet ik er nog even zwaaien? Sharon, hoi Sharon, Sharon is de allereerste abonnee op de podcast. Ja, tweede Hans. Was je dat niet zelf? Hans, if you smell... Juist, dus daar heb ik altijd mijn rockding mee. We zijn echt door aan het draaien nu. We zijn echt, het wordt echt debiel. Dat is als je te lang in lockdown zit, opgesloten dit is, zit. Dit is wat quarantaine dit, met je doet. Dit is wat quarantaine met de dit mens doet. Dit is quarantaine gedrag. Vlucht, nu ik het ga nu kan. Even, ik ga dadelijk weg, einde live en dan kijk verder via het kanaal. En via... abonneren! Abonneren iedereen! Abonneren! En liken en delen en aan je favorieten toevoegen. Facebook, Hives, Twitter, YouTube, Flickr, Grindr, Tinder, alles. Knal het overal op. Deze ja, nou, is jou. Nou, dit is dus niet eens zo. Je snapt eerder. Het hier niet echt dat je gewonnen hebt, hè? Nee, ik sta daarvan. Huh? Nee, ik was mijn bokaal kwijt. Maar, snap ik. Nee, maar het klopt dan niet, want het gaat jong talent in cabaret. Het was geen jong talent ding. Je moet eigenlijk, als je op het AD zoekt, ad.nl en dan mijn naam intypen, dan vind je het komt wel. Goed, gaat hij vinden, AD. Ja, dan kom je in ieder geval een artikel tegen waar dat staat over mijn oma. Ja. Dat is wel, ja, dat is wel een sneu. Maar ja, ik snap er ook wel, maar ik denk, ja, lastig. Als dat zoiets later gebeurt, dan heb je gewoon je dan oma. Over 20 jaar zijn er oma's die gaan gewoon facetimen. Dan moet ik moet echt oppassen inderdaad. Dat is wel. Ik moet wel soms wel oppassen met wat ik zeg. Zeker in een krantartikel. Ja. Of een, eigenlijk hier ook. Waarschijnlijk heb ik nu ook allemaal dingen gezegd waar ik gezegd heb. Nee. Ander, ik waak daar altijd wel een beetje voor. Ja. Ik neem mijn gasten wel in bescherming. Mezelf totaal niet. Ik doe echt te veel domme, debiele dingen hier. Maar dat maakt niet uit. Ik heb toch niet zoveel schaamte. Ja, ik heb net 3 minuten met een gasmasker opgezeten. Dus ik word toch niet herkend. Maar... precies. En dat kunnen we ook niet eruit knippen. Nee, precies. En dat is het probleem aan live. Er kan niks uitgeknipt worden. Alles is... Dit kan gebeuren. Ik vind het een wonder dat er nog geen streaker is binnengekomen. Ja, je weet wat je te ja, doen staat. Deze inderdaad. Cabaretier, Floris de Vree komt in Wiegen een beetje thuis. Staat er op een gegeven moment, even kijken hoor. Volgens mij had ik al gelijk een eerste alinea. Moet je even een stukje naar beneden? Ik wil niet hebben dat ze dingen die begrijpt en dan aan de mensen in de zaal vraagt. Wat zei hij? Ja, dat is dat Michel even blauw gemaakt. Ja. Ik weet niet, ze is... Kijk, je kent mij... Daar zit geen nuance in. Dat je, nee, precies, maar je weet hoe ik praat. Weet je, dit zeg ik dan heel vlug. En dan hoort hij dat en dan typt hij dat gelijk. Ja, dat is wat ik zei. En dat is het moeilijke eraan. Ik moet mezelf soms wel een beetje weerhouden van alles wat ik zeg. Want ik kan er heel snel dingen uitgooien. Dat zeg ik. In het geschreven woord is het lastig om nuance aan te brengen. Ja. Die moet echt letterlijk een zin eraan geplakt worden. Dat waarmee is zo, je de ja. nuance... Dat is echt lastig. Maar de ontvanger bepaalt... Ja. En in dit geval alle lezers. Ja. Ja, het is... En je oma. Maar ja, het brengt me, weet je, zo'n artikel, het brengt me wel goede dingen. Ik zou eigenlijk, maar dat gaat ook allemaal niet door. Ik zou eigenlijk ook zelf jury zijn bij een cabaretwedstrijdje ergens op een lyceum. En dat vond ik wel lachen, weet je. Oké, maar dat deden ze dan zelf vanuit het lyceum, met leerlingen. Ja, precies, en als ze mij gevraagd zijn van ja, we hebben het artikel gezien, we kennen je nu, vind je het leuk om te komen? Ja, tuurlijk vind ik het leuk om te komen. Dus ja. dat ook nog eens, maar ja, dat gaat allemaal niet door. Mm-hmm. Dat is je bent nou vrij veel bezig,
je hebt al wat gewonnen en je noemt het zelf, je zegt van ja valt wel mee, prijs. Maar het is een prijs, er zit een avondvullende show aan. Mm-hmm. Het is dus niet zomaar een wedstrijd, het is een wedstrijd die je staat in de krant. Ik kan me voorstellen dat je nou langzaam niet meer zin hebt om bijvoorbeeld enkel voor wat bonnen open mics te spelen. Ligt er echt aan. Als je zelf, laat ik het zo stellen, als je zelf wat wil uitproberen, nieuw materiaal, dan, en je reageert in de kadetten open micers, dan kan ik me voorstellen, oké, dan wil je zelf wat doen. Ik ga niet meer ik ga niet meer voor 8 minuten 2 uur rijden. Nee. Ik ga niet meer voor 8 minuten €40 uitgeven aan een treinkaartje. Ik ga niet meer in een achterafzaaltje in een restaurantje voor 8 minuten grapjes staan te vertellen voor 10 man. Dat zijn dingen die ik niet meer doe, maar die zou ik ook niet meer doen als ik niet had gewonnen. Want dat is gewoon, dat vind ik, dat doe ik niet meer. Maar weet je, ik heb inderdaad al vorige week een show gehad voor 9 man. Ja. Is een prima show. Er wordt gewoon gelachen. Dus je moet het. Ik heb ook altijd zoiets van, het ligt nooit aan het publiek. Het ligt altijd aan jezelf. Als jij voor een zaal speelt met alleen maar 70-plus publiek, dan kan je zeggen, ja, maar het ligt niet aan mij, maar het publiek is zo oud. Nee, dan heb jij jezelf niet goed afgestemd op wat het publiek wil. Precies. En ja, het is niet dat ik zeg van, joh, bepaalde dingen dat ik voor een paar drankbonnen niet meer een open mic kan spelen. Ja, het ligt eraan. Weet je, bijvoorbeeld Raymond Hofkens, die organiseert super... Raymond Hofkens heeft alleen maar goede speelplekken. Bel Air, top. Alles een humor in de brouwerij, is geweldig. En dat zijn gewoon allemaal van die plekken waarvan ik denk van, joh, ik krijg inderdaad alleen maar een drankbonnetje, maar hoe geeft ze fuck? Leuk om daar te toffe staan. Plek. Juist, ja. Tuurlijk. En ik neem mijn camera mee, ik film het en ik hou er een paar bits aan over die ik op internet kan plaatsen. En dat leuk. Is ook gewoon... Ja. Weet je, en uiteindelijk... Hetzelfde bij de cabaretpool. Ja. Voor de cabaretpool krijg ik echt niet dik betaald. Ja. Maar cabaretpool trekt theaterpubliek. En daardoor kan ik bedrijfsoptredens krijgen. En als er een geldvanger is, zijn er bedrijfsoptredens. Ik vind, ja. Die huren echt in. Dat klopt. Daar krijg je gewoon ik heb flinke bedragen voor, ja. Voor in de Bijlmer heb ik bijvoorbeeld heel netjes achteraf, kun je zeggen. Maar wel een VVV-bon gekregen, weet je. Vroeg ze het adres voor te waarde van €25. Ja, dus dan, dat zijn van die dingetjes zoals leuk. Of dan... Dan heeft hij niks van gezien. Nee, is ergens te binnen gekomen. Ik heb hem liggen. Ja, echt top. Nee, maar dan weet je, ik ben toch vanuit Limburg zijn met mijn broers meegaan. 2 uurtjes op en neer, weet je, in de Bijlmer. Precies, maar als daar... Kijk, het zijn van die... Bijvoorbeeld, je krijgt heel vaak, krijg ik wel eens na een theatershow, een bos bloemen. Ja, dan kom ik thuis, die geef ik aan mijn moeder en sla. Maar ik heb bijvoorbeeld ook al gewoon een fles wijn gekregen. Maar bijvoorbeeld toen ik in Wijchen speelde, ik kreeg een heel setje met een biologisch appelsapje en lekkere koekjes en dingetjes. Dat vind ik echt leuk. Want dan kan ik thuis lekker eten. Dat vind ik leuk. En het is, dat zijn ook van die dingen die gewoon leuk zijn. Of al komt er na een optreden maar 1 iemand naar me toe die zegt van, ja, ik vond het tof. En die een beetje met me praat, vind ik ook wel leuk. Dus daar doe ik het ook al voor. Het is ook, kijk, ik kan niet meer zeggen, ik ga niet voor een drankbonnetje spelen, want dan zou het betekenen dat ik het alleen maar voor het geld doe. En nee. Ik doe het echt voor de rol. Ik doe het echt omdat het is puur passie. En dat is ook het grappige, weet je. Ik heb, ik ben dan denk ik, ik was 13 of zo toen ik erachter kwam, weet je, cabaret is iets wat je kan doen. En comedy, grapjes maken op een podium, dat bestaat. En ik ben er toen achter gekomen, altijd gedacht, ja, dat is vet, dat is leuk. En ik ben pas begonnen toen ik 17 was. Toen pas had ik door van, hey, toen ben ik dat voor de eerste keer. En toen had ik door van, frek, dit is echt wat ik wil. En het is ook heel raar dat ik dit nu ook echt aan het doen ben. Omdat ik nooit had verwacht dat ik het daadwerkelijk zou doen. Dat dit zo'n onbereikbare droom zou zijn van, oh, dat zou ik heel graag willen. Maar ik heb de ballen niet om het echt te doen. En nu ik het eenmaal doe, merk ik dat er zoveel passie bij komt kijken. Dat ik het zo geweldig vind. Daarom ben ik ook nooit zenuwachtig. Ik heb gewoon zin om een podium op te gaan. Zo snel mogelijk. Ja, nee, het straal je ook echt uit. Tijdens de podcast ook. En ik geweldige energie ook. Dus echt top. Ja, dus dit is voor mij een hele makkelijke en leuke podcast om te doen, weet je. Want ik hoef jou maar op aan te zetten. Precies. En je gaat. Ja, dat is echt top. Ik heb veruit stelde ik hier, het is op dit moment al mijn werk, want ik verdien er al geld mee. Ja. Maar als ik dit inderdaad echt voor de rest van mijn leven kan doen, dan ben ik de gelukkigste man op aarde. Want er is niks leuker dan op een podium te staan en grappen te maken die je en zelf hebt geschreven. Dus je vindt het zelf ook leuk. En gewoon mensen voor zijn neus helemaal stuk te zien gaan. Ja, man. Gewoon,
dat je mensen kan laten lachen en mensen blij kan maken, is toch top. Dus... En vergeet ons dan niet, hè? Ze hadden laatst al wat op ons, bedoel ik dan de Okselbroeders, Arjen Evers en Sammy van der Vaart. We hadden, we proberen een beetje hier in Limburg, we zijn met wat dingetjes bezig en dan vergeet ons niet. Als wij vooral vragen voor... Precies, nou, Sammy had mij laatst gevraagd voor een eentje, maar toen stond ik net in theater weer ergens anders, maar het gaat nu ook allemaal niet door. Maar ja, ik vind de humor in plekken, weet je, zit dat Pitbull Theater is top, Cultuurhuizen is top. Dat zijn plekken waar ik vaak zat zou willen spelen. Ik heb ook het Pitbull Theater in Sittard, daar heb ik ook echt een goed gevoel, want daar heb ik mijn eerste try-out gehad van mijn toen avondvullen wat ik wilde maken. Gaat nu allemaal niet meer door. Maar toen heb ik daar voor de eerste keer... Ik ging van 8 minuten spots naar een 25 minuten spot. Tof. En gewoon met alleen maar... Ik heb daar alleen maar nieuwe dingen uitgeprobeerd. Mm-hmm. En als ik nu terugkijk, dan wil ik onder de tafel kruipen. Want het is verschrikkelijk. Maar toen weet ik nog wel, ik vond het echt tof. Weet je, ik had een headset microfoon en ik had een ding en dingen met licht. Je voelde je echt cabaretier. Dat was inderdaad echt het moment dat ik dacht van dit is wat ik wil. En nu gebeurt het gewoon. En dat is ook een heel... Het is zo'n raar gevoel van, weet je wil iets... En het gebeurt nu gewoon. En mooi, je werkt er hard voor en het komt nu gewoon. Ik ben daarom ook echt van overtuigd. En het is heel cliché om te zeggen. Als je hard genoeg werkt, kan je alles worden wat je wil. Ja, je ik geloof er absoluut in. En je moet met name heel erg geduldig zijn. En misschien nog het belangrijkste, om kunnen gaan met teleurstellingen. Zeker. Dat moet je echt, dat is echt belangrijk. Maar ja... Het moet ook wel... Ja, want dat was... In je zitten, toch? Dat was, en dat heeft ook mijn... het is een beetje gemeen, maar... mijn vriendin, die had op een gegeven moment... we hadden de finale. En ze vroeg van, ja, vind je het leuk om daarna te blijven slapen? Dat ik bij jou blijf slapen, van de zon, weet ik het. En toen heb ik tegen haar gezegd... En dat is eigenlijk naar de hand te bedenken dat het heel gemeen tegen haar is. Dus sorry, als je kijkt. Ik had gezegd, ligt eraan of ik win. Ik zei, want als ik niet win, dan ben ik chagrijnig. En dan wil ik niet blijven slapen. En dat is heel gemeen, omdat ik daardoor inderdaad gewoon... Dan, zij maakte zich ook echt zorgen. Zij was echt nerveus van... Shit, hij moet wel winnen, anders heb ik dadelijk, is hij dadelijk niet blij. Dus dat was het wel. Ik wist dat er een grote kans was dat ik teleurgesteld zou zijn. Omdat ik niet zou winnen. Maar daar moet je wel mee omgaan. Maar ik hou er dan niet van, weet je. Iedereen zegt van, ja jongen, maar je staat wel in de finale. Dat ik denk van ja, dus ik sta nu in de finale, dan wil ik winnen. En dat was wel, ik ben daar, toen ik die auditie inging, het klinkt heel raar, maar ik ben die auditie ingegaan met ook het oog op, ik ga deze wedstrijd winnen. En als het niet lukt, dan ben ik teleurgesteld in mezelf. Dat is serieus. En dat is ook het rare eraan, dat als ik niet door zou zijn gegaan, dan was ik echt teleurgesteld geweest. Dan was ik er makkelijk overheen gekomen, maar ik kwam er wel om te winnen. Ja, ik begrijp, ik vind ook goed die instelling. Maar dat is een jonge gedreven hond. Ik ben nu ook... Ja, bij cabaretten heb je meegedaan. Ja, dus heb ik meegedaan. En toen merkte ik ook gelijk... Kijk, ik ben een beetje aan het proeven en het zoeken. En ik heb wel een beetje beeldvorming kunnen doen. Hoe de wereld een beetje speelt, in elkaar zit. En ik heb voor mezelf nu bepaald... Oké, ik ben niet de next Eddie Murphy. En dat ga ik ook niet worden. Ik heb een ander leven daarna als vader. Als ik een leuke hobby heb, ik doe podcasten. En ik doe, en ik doe af en toe optreden waar ik mijn eigen werk kwijt komt. Ben ik nu zo ook op een plek van, ik ga niet meer boven de rivieren spelen als het niet nodig is. Laatst heb ik in de Bijlmer gespeeld omdat het gekoppeld zat aan een bezoek bij iemand. Nou, dat bezoek ging helaas niet door, dus ik wilde die niet afzeggen. Dus het optreden niet daarvoor cancelen. En ik had die nieuwe, maar ik wilde wat nieuwe dingen proberen. Ik heb zoiets van, ik ga gewoon Brabant, Limburg, België. Daar, als ik daar af en toe kan spelen. Ja, we zijn nou hier met iets bezig. Dan halen we maar het eigen geluk. Maar speel je veel of ons. Niet? Nee, want dat gaat niet altijd. Ik heb, nee, maar inderdaad, speel je niet veel omdat het niet kan? Dat er niet meer spots zijn? Of speel je niet veel omdat je gewoon zelf... Heb je wel eens dat je dan een spot voorbij is komen? Ik heb het, van nee, heb ik heb het geen zin in. Nee, ik heb het een paar keer nou ook op open micers geprobeerd. Ik heb laatst wel iemand een filmpje gestuurd omdat ik het belangrijk vind. Dan kon ik dan zeg maar in Eindhoven spelen. En dat vind ik dan wel een goede... Oh, bij Hermes? Ja, dat vind ik een... die had ik ook ontmoet tijdens het festivaletje, zeg maar. Hermes dus, daar voelde ik me goed bij. Hermes heeft echt een speciaal plekje in mijn hart. Ja, want ik moet me daar goed bij voelen. Hermes was bij mijn allereerste show ooit. In Arenberg in Antwerpen had ik mijn allereerste optreden. Zeg maar mijn eerste publiekelijk optreden. Mijn allereerste optreden was op school, maar echt mijn eerste...
stand-up optreden. En hij is gewoon heel die avond is hij bezig geweest met mijn moed inpraten. Zeggen, joh, het komt goed. En hij stond, voordat ik opging, maar achter in de politie. Kom op, je kan het, hè. En toen kwam ik terug. Lekker, ja, goed gedaan. En ik ga hem nooit meer vergeten. Nee. En dat is zo mooi inderdaad, dat je ook gewoon... Hij steunde mij die avond echt toen ik hem al vertelde van... Ja, oké, dit is mijn eerste optreden. En dat vond ik zo mooi. Ik ben ook, toen ik naar Wijchen ging voor een optreden, heb ik ook met hem samen gereden. We hebben heel de autorit alleen maar lol gehad met elkaar. Ja. Dat is echt... En hij dat bedoel ik. Weet je wat ik denk? En dat is mijn eigen mening, hè. Er zijn gewoon niet zo heel veel good guys in deze scene. En, meer dan je zou denken. Ja, maar ik heb ze nog niet zo heel veel gezien. En als ik dan, zoals Hermes is een good guy, dan wil ik daar wel contact mee leggen en een filmpje sturen. En hij had ook gelijk gereageerd, weet je. Van ik denk wel dat ik dan jou een keer ga inzetten op een speelplek en zo, weet je. Maar dat werkt ook wederzijds, weet je. Als volgende keer denk ik ook aan hem. Ja. Als we hier in Limburg weer een speelplek erbij hebben. Ja, het is lastig, want weet je, ik zeg ook, weet je, ik zit ook met die winnaarsmentaliteit, ik wil gewoon winnen en het is niet dat ik de beste wil zijn, want dat kan niet, want je kan niet zeggen dit is de beste in comedy, maar weet je wil wel gewoon succes hebben en ervoor gaan, maar dat betekent niet dat je andere mensen moet afbekken. Want je kan wel, wanneer je merkt, hey, iemand is beter dan dat jij bent, of iemand doet dit beter, of in ieder geval een verschil wat niet in jouw voordeel is, dan kan je wel lullig gaan doen tegen die persoon. Maar ik heb altijd zoiets van... Nou, voorbeeld, let op, voorbeeld. Hidde van Gestel en Kai Bodewiets zijn allebei cabaretiers, allebei 19 jaar oud. Net als ik. Dan zou je kunnen denken, het zijn allebei 19-jarige jongens, is concurrentie. Hidde van Gestel zit ook bij de cabaretpool. Hij heeft heel slim, Hidde heeft mij een berichtje gestuurd. Die zei, Floris, laat me een keertje wat afspreken, gezellig een drankje doen. Super slim. En toen zei hij ook van, heel simpel, de reden dat ik op zijn minst één keer met jou een drankje wil doen, dat wij gewoon gezellig zijn, is zodat er geen concurrentie ontstaat. Yes. Dat wij dadelijk niet allebei bij de cabaretpool gaan kijken wie heeft er de beste set gespeeld. Want we ondersteunen elkaar gewoon, we leren van elkaar. Weet je, we hebben allebei een filmpje naar elkaar opgestuurd en we hebben gewoon allebei notities gedaan van, oké, dit zou ik veranderen, dat zou ik veranderen. En zo help je elkaar alleen maar. En dat is top. Want geweldig. Ik denk dat het misschien ook beter is in jouw... misschien dat jouw generatie daar ook wat meer voor is. Sharing en caring. Ja. Snap je? En dat vind ik super goed dat je dat doet. Want daar uiteindelijk doen jullie hetzelfde. En van elkaar kun je het meeste Ja, en wij leren. Zijn er ook achtergekomen van, weet je... Wij waren de eerste keer dat we afspraken, wij konden het gelijk zo goed met elkaar vinden. En wij dachten hetzelfde. Wij willen ook gaan kijken om misschien met z'n tweeën een keer wat te doen. Weet je, we zitten bij hetzelfde management, we zitten bij dezelfde cabaretpool. Als onze regisseur erachter staat en zegt van, joh, ik manage jullie allebei, jullie zitten allebei bij hetzelfde, probeer het een keer op een podium. Ja, dat zou top zijn. Ja. Want een duo is heel leuk als je maar goed op elkaar bent ingespeeld. Want duo's zijn niet leuk als ze niet goed op elkaar ingespeeld zijn, vind ik. Ja, Sammy en even Arjan zijn superleuk samen. Die zijn echt goed op elkaar. Dat is gewoon top. Dat hoort bij elkaar, dat merk je gewoon gelijk. Ook als ze samen zijn, merkt hij ook met de podcast. Die vullen elkaar echt aan. Precies, en dat moet ook bij een duo kan alleen maar, omdat een cabaret en comedy is zoiets persoonlijks en zoiets vanuit je eigen... Dat het heel lastig is om dat met iemand anders te doen. Want je moet goed op elkaar ingespeeld zijn. Je moet eigenlijk dezelfde persoon zijn. En als je dan goed op elkaar ingespeeld bent, is het superleuk. Ja. En dat is ook het leuke aan duo's, vind ik dan. Het is ook zo. Dus ja. En eigenlijk zijn er binnen het cabaret zijn er nog weinig er zijn, duo's, bekende duo's. En de laatste waren Labbes aan. Nou ja, het was ook nog een duo. Je had Labbes en Jansen. Ja. Ik vind Van der Laan en Woe zijn heel goed op elkaar ingespeeld. Dan heb je Mike en Thomas. En nu, die hebben bij Kameretten meegedaan, is bonusmateriaal. Ik denk niet dat je ze kent. Nee, ik zit er ook, daar zit ik ook helemaal niet zo, nee, zo in. Nee, maar bonusmateriaal, dat is inderdaad echt een duo. Die zijn zo goed op elkaar ingespeeld. Een man en een vrouw. En die zijn zo grappig. Die hebben één scène. Ja, moet ik dat vertellen? Ja. Eén grapje. Ja, ik die hebben op een gegeven moment... Als je ze maar eer aan doet. Ja, precies. Het is echt van hun. Het is een scène van 10 seconden. Het is letterlijk gewoon achter een deur. Ding dong, deur gaat open. Hoi, ik heb een pakketje voor de buren. Oh, die wonen hiernaast. Doei. Zo simpel, maar toch zo grappig. Ja, ik had het... ik heb nu gemerkt, nu ik weer begonnen ben, hè.
dat hoe simpeler, hoe beter en effectiever. En soms denk ik dat wij comedians te veel in genialiteiten denken. En dan vinden we het zelf geniaal. En die grap die is ook geniaal. Andere comedians vinden die ook geniaal. Ja. Maar het publiek moet het geniaal vinden. Je moet, het beste, je moet simpel zijn. Ja. Want als simpel zijn, dan denkt het publiek... Fuck, dat had ik ook kunnen bedenken. En dan is het grappig. Herkenbaar. En je maakt het al simpeler door een ingewikkelde grap gewoon woorden te schrappen. Weet je, dit woord is niet nodig, dit is niet nodig, dat is niet nodig. Ja. Ik heb een hele simpele grap over mijn vriendin die een robotstofzuiger heeft. En die is ontsnapt. Ja. Dan heb je het al. Ja, het is heel simpel. Je hebt een robotstofzuiger en die is ontsnapt. Weet je, dan is het al klaar. Precies. Dus je moet het proberen juist heel simpel te houden. Ja. En ze werken, hè. Hele korte grapjes op elkaar werken gewoon. Want als ene niet werkt, kun je lekker doorspelen. Precies, dan kan je gewoon door naar een andere. Wie van jullie rijdt? Hij. Zo een biertje? Ik drink geen alcohol. En ik lus ook geen bier. Ja, je mag best een biertje pakken. Fucking iets wat ik nog nooit normaal in huis heb. Maar ik zag hem gewoon staan bij de, hoe noem je dat? Bonus. Ja? Rolls. Dus ik denk, ik pak een rolls. Pak een rolls, zou ik zeggen. Door. Doe ik die gasmasker weer op, hè? Hey, man. Hier. Nou, hij gaat een rolls pakken. Nu wordt het leuk. Wanneer er alcohol in Ken zit, wordt hij knettergek. Ik verwacht, maak hem alvast nog maar 18+, want binnen 15 minuten ligt zo'n lul op tafel. Pats, hè? Dan ligt hij daar zo. Zo ligt hij daar, hè? Dan is er denk ik geen anderhalve meter afstand meer, hè? We hebben nu precies 1,50 meter afstand. Legt hij zo'n lul op tafel, is het 1,48 meter. Dat kan je niet. Tegenstelling tot andere mensen, word ik rustig van alcohol. Ja, hij wordt rustig van alcohol. Laten we het hopen. Tenminste. Gooi er even 2 pakjes paracetamol in. Dan wordt hij echt rustig. Dat zou helemaal leuk zijn, toch? Wat gaat hij ook doen? Het biertje staat er toch al, of niet? Oh, hij gaat ook nog pissen. Ja, ik moet ook pissen, maar ik hou het in. Ik ben professioneel. Ik heb gewoon een katheter voor deze podcast. Ik heb gewoon hier een zak aan mijn been hangen. Met zo'n slangetje eraan. En dan kan ik heel de tijd blijven. Ja. Zijn er geen vragen binnengekomen, of wel? Want dan ben ik wel benieuwd. Of heb jij misschien een vraag? Kan ook. Waar kom je vandaan? Uit Helmond. Ja, ik schaam me er ook voor. Laten we dat gewoon vergeten, dat ik uit Helmond kom. Het is zo, ik zie nu in één keer dat mijn haar heel kut zit. Gaan we gewoon live mijn haar goed doen. Oh, dat is een spiegelbeeld natuurlijk, hè. Ik moet natuurlijk wel... Zo. Oh, wat leuk. Ik ben nog steeds lelijk. Oh, joi. Nou. Leuk, ja. Dit is... Ik zal gewoon eens kijken wat er allemaal om me heen... Zal ik op zijn plek gaan zitten? Nederlands of Amerikaanse comedy? Nou, ik ben altijd... Ik ben altijd van het Nederlandse cabaret en zo geweest. Maar nu sinds kort ben ik Amerikaanse stand-up aan het ontdekken. En het gaat echt een wereld voor me open. Weet je, ik heb nu Dave Chappelle ontdekt. Prachtig. Ik heb gisteren voor de eerste keer een special van Chris Rock gekeken. Goud. Wat? Godverdomme, dat is de meester. Ja, dat ben ik dus gisteren allemaal achtergekomen. Het is echt... Toch handig misschien, zo'n epidemie. Ja, ik ga ook even pissen, oké? Als jij het even vol wilt. Ja. Ga maar grappen maken met heel weinig woorden. Ja. Ik heb er één. Oké. Ja, leuk man. Godverdomme. Ik praat gewoon even met Michel nu hoor. Dat is mijn broertje die zit achter de knoppen. Wat een energie hè, die gozer. De tering. Ja, is jouw broer. Je hebt er vaker mee dagelijks. Ja, dagelijks. Ja, ongekend. Wat een energie. Ik herken mezelf een beetje terug toen ik 19 was. Nee, maar er zit ook wel... toen bij Floris zit er wijsheid in. Dat had ik niet toen ik 19 was. Toen was ik echt alleen maar onbevangen. Maar ik hoor bij Floris echt wel... die hoor ik wel al wijze dingen zeggen. Dus ik denk echt wel dat deze... die gaat er wel komen. Ja. Proost, trouwens. Weet je wel. Weet je zeker? Ja. Oh man. Ja, leuk. Hebben we kijkers erbij gekregen of niet na het Instagram gebeuren? Nee. Heb ik nog niet. Ik hoest in mijn dingen. Heb ik nog niet. We zijn toch in eigen huis. Dat had ik goed handig was. Even kijken. Boom. Annuleren. Wouter de Vree. Het zal de vader wel zijn, wees maar. Ja, wat is je lievelingskleur?
Die van mij? Ja, denk ik. Die vraag, wat is je lievelingskleur? Ik denk wel dat mijn lievelingskleur zit een beetje in blauw. Zo moet je denken. Wat is je lievelingskleur? Verzinnen, God, is Wouter de Vree jouw vader? Wouter de Vree is mijn vader. Godverdomme, wat is je lievelingskleur? Ik moet oranje zeggen. Oranje, Wouter, oranje. Wouter is mijn vader, ja. Ik heb één heel mooi ding, nou, daar ben ik wel heel trots op. Er is één ding wat ik heb geërfd van mijn vader. En dat is echt ideaal, dat is top. Dat zijn deze jongens. Deze parkeerhaven. Oh, oké. Okay. Die heb ik van hem geërfd. Daar ben ik heel trots op. Dat is gewoon inderdaad gewoon een magneet of een hoefijzer. Ja, maar een hoefijzer gewoon op mijn voorhoofd. Dat ga ik een keer doen, dat vind ik leuk. Ja, stuur ik een foto naar jou. Maakt niet uit, ik heb een kut in mijn voorhoofd, kijk. Neem een slokje pik. Ojojoj. Nou, ik moet wel zeggen, ik ben vooral benieuwd hoe je dit in de setlist in de beschrijving allemaal gaat zetten. Weet ik niet, dat doe ik meestal na de podcast en dat, ik probeer hem dan... Die 5 minuten dat ik met een gasmasker staat er Floris, die zijn aan het gooien met een gasmasker. Op, Insta, ik ben... Wouter de Vree zegt dankje. Hè? Top, pap. Wouter de Vree zegt dankje. Wat eten we vanavond eigenlijk? Stampot. Stampot! Kan je eigenlijk imitaties? Dat vraag ik me af. Nee. Niet? Ja, heb jij typetjes? Nee, ik heb geen typetjes. Maar dat is niet omdat ik het verafschuw, maar meer omdat ik er geen idee voor heb wat ik kan doen. Nou, ik heb een idee. En dat is eigenlijk... daar kunnen we het wel over hebben. Misschien dat je me daarin wat tips hebt. We hadden het toen straks in de podcast over dat je niet altijd alles kan zeggen of nuance aanbrengen. Een typetje... komt overal mee weg. Nou heb ik een typetje verzonnen. Hier in Limburg zeggen wij vaak tuup. Een tuup, dat is echt zo... Oh, een tuup, weet je, jezus. Een beetje een dommige gozer. Ja. Oh, hè? Ja, ja, ja. En als ik nou mezelf ga interviewen... Dus stel voor, jij zit daar... Mm-hmm. Hè? En ik zit daar... En dan zet ik mezelf dan neer en dan doe ik dat knippen, plakken. Ja, ja. Maar dan kan ik de wekelijkse dingen die gebeuren... krantenkoppen, kan ik met tuup... doornemen. En tuup heeft dan zijn... laat zijn mening daarop los. Maar tuup kan allemaal zeggen... wat ik niet kan zeggen, weet je? En ook niet meen, maar Tuup... Ja, dat moet je wel goed doen dan. Ja, weet ik. Want dat moet inderdaad... Tuup kan een beetje zeggen wat Henk en Ingrid zegt, weet je? Ja, maar er moet inderdaad geen één staaltje van jou nog in zitten. Dat moet echt losstaan van jou. Dan werkt dat. Maar dat wil je niet op een podium gaan doen. Nee, ik hou niet van typetjes, man. Ik vind Michael Mars even... die kan heel goed André van Duin nadoen. Ja. Weet je, dus dat vind ik bij hem past dat ook. Vond ik dat wel mooi. Ja, Michael doet echt... Michael komt ook podcasten. Oh, echt? Oh, gezellig. Ja, ik vind ook een beetje dat dit een platform voor comedians ook moet worden. Steeds meer inderdaad. Ja, zeker. Want die jongens hebben altijd wat te melden. Ze zijn grappig. Ze kunnen een gesprek voeren. Ze hebben een bepaalde waarneming. Snap je? En je merkt comedians. Kijk naar Jonathan zat hier, weet je. Die kun je gewoon... Die doen gewoon praten. Ja, intellectuele gast. Ja, en daar hou ik wel van, weet je. Ja, en dat is wel leuk. Ja, dat heb je wel veel, gewoon podcast met community. Je hebt de Elektra podcast van Wouter Monde. En dat is ook een heel tof idee. Die praat dan met echt gevorderde comedians. Dus die heeft weet je, Guido Weijers gehad, René van Meurs. Top. En Arie Koma, Arjan Sylvester. En die gaat met hun praten over hun meest verschrikkelijke optredens. Ja, dat is geweldig om dat allemaal te horen. Dat inderdaad gewoon die dingen die ze dan meemaken... Dat je denkt van, dat moet je ook nog allemaal gaan doen. Er was ook één gast en die vertelde op een gegeven moment van... Ja, ze hadden mij gevraagd voor een bedrijfsoptreden. Een uur en dan kreeg ik €1000. En ik had nog helemaal geen uur. Maar ik wilde wel €1000. Dus ik heb gewoon ja gezegd. En toen, daar ging dan iets in mis. Maar dat is wel grappig om te zien dat hoe zij dan de professionals... Waarvan je denkt, die doen het altijd goed. Hoe die dan van die afschuwelijke optredens hebben. Ja, precies. Die krijgen ook met heel veel shit te maken. Maar dat is vlieguren maken. Ja. Zijn we even aan je vader vragen als Wouter nog kijkt. Wouter, zijn wij eigenlijk goed te verstaan? Praten we goed in de microfoon? Ja, laten we het hopen. Wouter zegt, je zus kookt. Oh, mijn zus kookt. Je zus kookt. Een lekkere zus? Hoe oud? Sorry, je zus. Hoe oud is je? Heeft ze corona?
Geen idee. We hopen van niet. Is ze niet ziek? Moet ik er even bellen? Zat ze keek ze net zal live even, zal ik eerst live, live te kijken? Moet ik er even facetimen? Dan kan je het er zelf vragen. Nee, ja, dan word je in één keer geconfronteerd, hè? Ja, nee, ja, bel dan maar. Ja, ik ga dat nu, dat ga ik het doen, hè? Dan ga ik er echt facetimen. Maar dan geef ik hem ook gewoon aan jou. Dan ga ik niks zeggen. Ja. Dan krijg jij... fuck it. Hier, alsjeblieft. Oh, zit Marjolein, ze heet mijn ex. Is dat echt? Ja, serieus. Misschien is het wel je ex. Oh, ze heet zus met de achternaam. Ja, ja, ja. Je gaat echt niet opnemen, hoor. Ja, ze zit waarschijnlijk live te kijken, dus je... neem even neem op! Neem op! Godverdomme, neem op! Anders doen we andere dingen in een feest. Feest. Dit is zo vol. Het is wel mijn zus, hè? Ja, sorry, ik zal... we zijn niet in FaceTime unavailable. Ja, godverdomme. Leave a message. Nee. Verdomme. Next time. Helaas, helaas. Misschien belt ze terug. Ik laat mijn telefoon hier liggen. Ja. Oh, ja, ik moet even mijn telefoon opladen, want ik moet zo meteen nog navigatie hebben. Dat is handig. Heb je oplader bij? Ja, die heb ik bij. Kunnen we... Kan jij even doen? Ja, dat kan wel hier. Dan kun je hem gewoon bij hebben. Oh, ja, dat is goed. Ja. Even, nou, kom. Ja, broer is niet echt een slaaf, maar meer een laaf. Ja, ja, dat. Het is ook mooi. Heel vaak dan gaat hij, dan rijdt hij mij. En dan zeg ik altijd van, dit is mijn chauffeur, tevens broer. Gewoon, dat is het belangrijkste. Ja, ik heb mayonaise in mijn tas. Kijk, hier zo. Werkt het? Oh, wacht. Ik heb het nog beter dan ik doen. Nee, nee, ik was bijna met die... Trek die camera er maar uit. Nee joh, nee joh. Wat een hoogstaande high-tech technologie. Ja, wij denken overal aan, man. Mag ik met trots zeggen dat dit de meest chaotische podcast is die je ooit hebt gehad? Ja, geweldig toch? Wij doen dat gewoon. Ja, ik vind het top. Maar we leven ook in chaotische tijden, dus misschien dat we dat ook nou een beetje... Dit is het perfecte voorbeeld wat een quarantaine met een mens doet. Maar moet ik zeggen, mag het dan maar, nu we toch zo eerlijk zijn, dan moeten we altijd zijn. Ik ben me vreselijk aan het vermaken. Ik ook. Dit is, ja, ik vermaak me ook. Je hebt een goede energie. En ik zei net toen je aan het pissen was. Ik zeg, hoe heet het? Ja, je gaat er echt wel... Je hebt iets. Je gaat er echt wel komen. Toen ik zo jong was als jij, weet je. Toen ik 19 was. Kijk, ik had niet eens wijsheid. Ik merkte alleen... Ik zie wat dingen terug. De onbezonnenheid. Het gaat ervoor, weet je. Dus dat hebben we al. Maar je hebt al enige wijsheid in pak. Dus, ik hoop het. We zullen zien waar het... Ik had het ook niet verwacht. Het gaat allemaal heel hard, weet je. Ik ben nog geen jaar geleden begonnen. En weet je, ik heb 21 april 2019 mijn eerste optreden gehad. Dus ik ben nog geen jaar bezig. En het gaat nu al zo lekker dat ik denk van, nou, dit moet misschien dat het de goede kant op gaat. Het kan ook zijn dat ik in één dag vlieg word en dat het over een paar weken allemaal klaar is. Nee, jij moet dan in geen dag vliegen. Maar in geen dag vliegen. Een jaar vliegen. Ja, ik ben benieuwd welke kant het op gaat. De vlieg die je net rondzwerft, dat is een omen. Ja, dat ben ik. Weet je? Dat is een symbool. Stromvlieg. Het is gewoon het symbool van mijn carrière, vliegt hier rond. Dit gaat ook heel... Dit gaat ook helemaal nergens over, hè? Dit is podcasten, toch? Dit kan toch? We doen het ook gewoon zeker live. Zeker waar. Ik heb echt IKEA-kastjes gezien met meer inhoud dan dit. Het is echt... Nee, dit is het goed. Is gewoon helemaal... Die leid, denk je niet van, godverdomme, die heeft nog een half... Die set half, is, gaat straks zo. Op is klaar. Corona, grappen, bullshit. Dat is het, die vlieg, dat is een mini-robot. Dus gewoon, die vlieg, die ik denk als je ons. Die vlieg achter de microfoon had gezegd, daar kwam meer zinnigs uit dan nu. Oh ja, goed verhaal, heb je dat vaker meegemaakt? Precies. Dat is geen vlieg, dat is gewoon een drone. Yes. Nou, dit is het goede moment om kijken of ik ergens nog mijn carrière kan redden. Oké, weet ik niet. Gaan we eruit? Ja, ik ben ook ergens wel op zoek naar een wil om te leven. Nee, ik kan het niet vinden. Okay, hoe lang zijn we bezig? Misschien gaan we hem afronden. Dat is lang. 2 uur. 2 uur. 5 minuten geleden. Ja, 5 minuten. Mijn microfoon wil ook niet meer gezien. 5 minuten. Misschien moet je hem even in je mond stoppen. Nee, maar luister. 5 minuten geleden was het 1 uur. 5 minuten geleden is het... Hoe laat is het? God, het is 5:30. Verrek. Hey, joh. Dan ben ik niet voor het donker thuis, hoor. Het is 5:30. Maakt niet uit.
Je broer uit. Zijn we er? Ja, voor mij mag je... Oh ja, dat is wel nog iets. Ik moet iets... We moeten echt een outro gooien. Een outro? Ja, we gaan gewoon door. Maar nee, we gaan hem zo afronden dan. Nee, we moeten nog een soort van outrootje gooien. Kunnen we na de podcast wel even over hebben. Een soort van... Ja, weet je wel, wat iets hebt waar je altijd mee kan afronden. Ja, een muziekje of zo. Heb je geen muziekje? Ja, een muziekje of een... Heb je geen... Ja, paas die gitaar hier. Ik ga wel gitaar spelen. Is hij gestemd of niet? Kun je... Nee. Zou je willen stemmen? Ik kan hem wel even stemmen. Kan ik die dat gitaar krijgen? Dat zeg ik. Alles kan... mijn mic houdt er nou mee ook. Ik kan er niet bij. Je moet even hier naartoe komen. Mijn broer wil niet in beeld. Snap ik. Ik ga hem even stemmen. Wacht, als jij het even vol doet, ga ik hem maar stemmen, oké? Dun 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 dun. Kunnen we? Bijna. Ja, hij is gestemd. Wat is ook een klein ding dit, hè? Ja. Doe outro. We gaan eruit. Floris gooit ons eruit. Dit is onze outro van vandaag. Mensen, Floris de Vree, hartstikke bedankt. We deden vandaag gekke dingen op de podcast. Zorg goed voor elkaar. Ben lief voor elkaar. Michel, gooi eens maar eruit, man. Houdoe.